Ik ben Rudy Krijns, educatief adviseur van de mooiste uitgeverij van het land. Mijn dada is aanvankelijk lezen. Um, verder ben ik een echte skifanaat en liefhebber van Italiaanse wijnen. Ik ben Dirk, educatief adviseur van uitgeverij van In. Binnenkort ben ik opie van twee kleinkinderen. Ik ben de dikke vriend van Hup, maar vooral van Aap. Hallo allemaal, van harte welkom op de startsessie van Ik lees met Hup en Aap. Ik doe dat vandaag niet alleen. U hebt gezien dat ik begeleid word door Dien Opi, vandaag straks door Dirk. Uh, wat gaan we doen vandaag? Wel, We gaan een aantal dingetjes te revue passeren. Ik ga starten met een inhoudelijk gedeelte. Enfin, inhoudelijk is te zeggen, een meer theoretisch gedeelte, waar ik nog eens ga duiden, omdat het gewoon ontzettend belangrijk is, het verschil tussen een directe systeemmethode en een structuurmethode. In de tweede fase gaan we naar de praktijk. Ik ga er een week uitpikken, een week die jullie binnenkort ook aanvatten. Ik start gewoon binnen het thema Dit ben ik. En daar halen we de derde week uit. En we gaan samen bekijken een aantal lessen achter elkaar. En ik probeer wat tips te geven. Daarna gaan we live in Bingel. Dirk gaat dat voor zijn rekening nemen. En we gaan starten met het leerlingengedeelte en vervolgens het leerkrachtengedeelte. Een korte pauze en daarna krijgt u de kans om vragen te stellen en we gaan die vragen ook live beantwoorden. Voilà, we zijn er klaar voor. Als u er klaar voor bent, ik alleszins, we gaan wat start. Het verschil tussen de structuurmethode en een directe systeemmethode. Wel, de voorbije decennia hebben de meeste leerkrachten, de meeste kinderen leren lezen in Vlaanderen met een structuurmethode. Eigen aan een structuurmethode is dat je vertrekt vanuit x aantal globaalwoorden. Hoe verder we teruggaan in de tijd, hoe meer globaalwoorden er waren. Persoonlijk heb ik nog met een structuurmethode gewerkt waarin ik vertrok vanuit een 40-50 globaalwoorden die ik één voor één moest binnenbrengen, waar telkens maar één letter uit ontsleuteld werd, waardoor het eindelijke leesproces met weken, soms maanden, werd uitgesteld. Nu, Leerkrachten met wat ervaring, lijken u en ik destijds in mijn eerste klas, zeiden dan van hm, als we die letters ontsleuteld hebben, gaan we die toch al maar aan elkaar plakken en starten we eigenlijk al met lezen. Klopt, u hebt groot gelijk dat u dat deed of doet. Eigenlijk betekent dat dat je al een stapje zet in die directe systeemmethode. Wat zegt we nu van een structuurmethode? Dat is een goede methode voor de sterke lezer. Want, beste mensen, die leer je met alles lezen. Ook naar de middenmootlezer toe, Sava. Maar naar de zwakke lezer vormt het aantal globaal woorden heel vaak een belemmering voor het geheugen. Die kinderen moeten al die woorden als zijn de contouren tekeningen in het hoofd steken om telkens maar één letter uit te ontsleutelen. Daar is ontstaan in Vlaanderen, een vijftiental jaar geleden, de directe systeemmethode. Uitgeverij van In is direct op die kar gesprongen. Wel, eigen aan een directe systeemmethode is, en dat is essentieel belangrijk om dat goed te vatten, is dat we altijd vertrekken vanuit klankzuivere tweeklankwoorden van de vorm klinker-medeklinker. Woordenlijk, eet, op, ijs, aap. En eigen aan zo'n directe systeemmethode is: ik bied zo'n woord aan. Ik ga dat woord decoderen. Eén woord, twee letters, twee woorden, vier letters. Met die vier letters begin ik nieuwe tweeklankklussers te bouwen en nieuwe drieklankwoorden. Ik start direct met het effectieve lezen. Nu, hoe komt men daartoe om daarvoor te kiezen? Wel, eigenlijk start alles met de vraag: hoe lezen wij? En misschien dat je in een startsessie, in een voorgaande sessie of in een voorstelling van 'Ik Lees met op een Aap' ook al die gedachtegang hebt meegevolgd, maar ik ga het nog even herhalen, ook weer omdat het ontzettend belangrijk is. Hoe lezen wij? Wel, lees u eens wat daar staat. En ik hoop dat het heel terecht is wat daar staat, dat de vakantie voor jullie heel leuk was. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen dat kan lezen. Daar gaat het mij niet om. Maar de vraag is: hoe leest u dat nu? En ik hoor zo tot hier het een en ander fluisteren in de zin van van links naar rechts. Ja, dat klopt, hè. met de leesrichting mee. Maar meestal blijft het dan heel stil. Wel, ik ga u vertellen hoe u dat niet leest. Nu, dat eerste woordje is de. De is een globaal woord. Dat moet je van buiten kennen. Binnen ik lees met hub en aap hebben we twee globaal woorden. De en het. Die we zeer vroeg binnenbrengen, waardoor je heel wat leesmateriaal kan bouwen. Dat even in de marge. Nu, U leest dat niet. U leest niet als. t i. vakantie. was. nee, u leest dit in één, twee oogopslagen. Meer hebt u niet nodig. Hoe komt dat? Want dat komt omdat u, ik, kinderen, delen van woorden in het geheugen opslaan, waardoor dat wij de leeshandeling verkochten. Wij doen dat allemaal. Lees eens wat daar staat. En ik ben er zeker van dat dat zijn ding bewezen heeft in het voorbije schooljaar. Ik hoor het dat hier. Bingel op maat van jouw onderwijs. We lezen dat allemaal, toch staat er dat niet. Daar staat niet bingel op maat van jouw onderwijs. Maar hoe komt het dat je dat dan leest? Wel, je herkent die clusters. Je herkent aat en an en on en ijs. En daardoor weet je daar de, les, de juiste letters aan vast te brouwen. Trouwens, als kinderen foutief lezen, kan het soms dat ze zo'n cluster herkend hebben en daar zelf iets aan vastbrouwen. Wij doen dat ook heel vaak. Hè? Als we onvoldoende kijken, dan bouwen we soms iets van boven in ons hoofd wat daar niet staat. Vandaar dat je vaak zegt tegen je kinderen: kijk goed wat er staat om te komen tot lezen. Oké, okay, we zijn er bijna. Als je een zwakke lezer hebt en zo'n zwakke lezer moet een woordje lezen lijken maak, wat doet hij dan? Wel, die leest 9 van de 10. En wanneer je die de synthese moet maken, dan leest die aak. Die slaagt er niet in om die drie klanken aan elkaar te koppelen. Hoe komt dat? Wel, dat komt omdat de leesthandeling te lang is. Dat is essentieel in die directe systeemmethode. Dan moet je nadenken over hoe kan ik die leesthandeling verkorten. Wel kijkt u even mee. Bovenaan. De moeilijkste manier om te komen tot lezen. Ik denk dat we daar allemaal van overtuigd zijn. Iets gemakkelijker zal zijn: maak maak. Maar het gemakkelijkste uit onderzoek blijkt heel duidelijk is dat als ik de cluster herken, klinker, medeklinker, die in één keer kan verklanken, ik het heel makkelijk heb om te komen tot het lezen van drie klankwoorden. Dan krijg je aak herken ik, aak, m, aak, maak, t, aak, taak, z, aak, zaak, r, aak, raak. Dit is essentieel, beste juffen en meesters. Dit is waar we rondwerken. We gaan resoluut voor de clusteropbouw om te komen tot het lezen van... Van drie klankwoorden. Ik lees met op een aap, is een 100% directe systeemmethode. Wij vertrekken vanuit twaalf sleutelwoorden. Ik laat ze al direct even zien. Hier ziet u ze mooi op een rijtje staan. Twaalf sleutelwoorden, allemaal klinker-medeklinkerwoorden, klangzuiveren klanken worden hier aangeboden. Eén na één bieden we die aan. en Dat betekent concreet, ik ga terug naar de voorgaande slide, dat u daar ziet klankzuiver, klinker, mede, klinker, medeklinkerwoorden. In thema 1, ik, an, el, eet, aap, ijs. In thema 2, om, uil, oog, uur, af. Nu, de ik-lees-met-hub-gebruiker zal dus zeggen: tja, ik herken daar een aantal van die sleutelwoorden. Die hadden we ook al in de voorgaande editie. Dat klopt. Wat hebben we gedaan? We hebben samen met. Een aantal universiteiten een onderzoek gedaan en we zijn gaan onderzoeken wat zijn de meest voorkomende tweeklanklussers in een drieklankwoord. Met een moeilijk woord heet dat een bigram. En op die manier zijn we de juiste letters aan elkaar gaan koppelen en de juiste volgorde gaan plaatsen waardoor dat je veel meer leesmateriaal dan ooit tevoren hebt op basis van maar een bepaald aantal letters. En heel interessant is dus, na aanbieding van die twee thema's, onderaan zie je dat staan, letters operationeel. Dus met die letters, trek je daar ziet staan, die twintig letters, lees ik twee drieklankwoorden, drie klankwoorden, eerste zinnen, eerste leeslesjes, eerste leesboekjes. Ik ben volop aan het lezen, van globaal verklanken is er geen sprake. Dat is een groot verschil met de structuurmethode. Wel, heel belangrijk, en dat verhaal is, en waar ik hier toe kom, en daarom dat ik het ook nog eens daar neem, is het activeren van die twee klankclusters. Hoe gaat het nu in zijn werk? Straks in de praktijk zie je dat ook nog eens terugkomen. Maar ik heb hier een voorbeeld genomen waar we al wat verder zitten in het leesproces. Ik heb een voorbeeld genomen waar aap wordt binnengebracht als sleutelwoord. De a en de p is gedecodeerd, geautomatiseerd, vastgezet. Dan zie je hier op deze leespagina bij oefening 1, zie je bovenaan staan de a. En aan de a ga ik koppelen alle letters die ik al ken. En ik doe dat met losse lettertjes, ik kan dat doen met een letterschuif, met de woordenmaker, maar in elk geval essentieel is dat kinderen gaan leren AAP, AAP. A, N, AAN. A, L, AAL, A, A, AAN, AAL, AAK moet ik in één keer kunnen verklanken om te komen tot het lezen van drie klankwoorden. En dan rechts naast die oefening 1, en dan ziet u daar staan uh, dezelfde oefening rond de p. En dan onderaan zie je die drie klankwoorden staan. Het lezen van drie klankwoorden. Dus je gaat kinderen hebben die lezen aap, k, aap, kaap. Sommigen ook aap, kaap, al direct. Nu heb je... Uh, in het verleden en ook uh, de dag van vandaag heb je een aantal didactici die het hebben over zoemend lezen en zingend lezen. Um, daar zit iets in. Ik moet daar eerlijk in zijn, maar je moet ook correct zijn als het gaat over zoemend en zingend lezen. Wat bedoel ik daarmee? Alles met verlengde klankwaarden kan u aan elkaar zingen of zoomen. Bijvoorbeeld l aan. En Als ik het zoem, is het l aan. Het is niet meer dan dat. Dat kan ik aan elkaar zingen of zoomen. Maar alsjeblieft. Laat niet dingen lijken kaap aan elkaar zingen of zoomen. Dat heeft geen verlangde klankwaarde en je gaat niet zingen van kkkk. Nee, dat doe je niet. Het is -aap. Zo kom je tot de synthese. Dus ga daar verstandig mee om, weet wanneer je het gebruikt. En bij sommige kinderen kan dat inderdaad een hulp zijn. En dan moet je dat op die manier ook uit de kast kunnen halen. Dus daar is zeker niets fout mee, maar zet het in op de juiste manier. Activeren van twee klankclusters, dat is waar het om draait in een directe systeemmethode. Wat hebben we nu gedaan? Wel, om dat nog beter te beklemtonen, hebben we leestafels gemaakt. De meesten van jullie kennen een maaltafel. Wat doe je met maaltafels? Ja, je moet dat automatiseren, je moet dat vastzetten, dat is parate kennis. Wel, eigenlijk is een leestafel dat ook. Een leestafel betekent concreet dat na aanbieding van x aantal sleutelwoorden ik een aantal letters moet kennen maar ook een aantal clusters goed moet kunnen lezen. Dus als je kijkt naar die leestafel en ik neem even links de eerste kolom, dan zie je staan de A, de A, de E, de E en de I uit ik en L en eet enzovoort bovenaan staan de medeklinkers. Dus de kinderen moeten die letters kunnen lezen, maar moeten ook alle clusters kunnen lezen die in die leestafel staan. Die leestafel die hebben we geplaatst Binnen het leeswerkschrift, en u weet, hè, wij werken heel graag met flapjes, wel aan de binnenkant van die flappen staan die leestafels. Hoe verder ik ga in zo'n boekje, ja, hoe groter dat die leestafels worden. Ja, waarom? Wel, al die voorgaande clusters die worden hergenomen. Wat is hier zo interessant aan? Wel interessant is dat als je voelt, van tja, ik heb hier een aantal mannen. Die kunnen niet mee in de klas. Dat lukt niet. Wel, dan neem je de leestafel en je laat die kinderen de clusters lezen. Je mag ze aanduiden. Ze mogen horizontaal-verticaal gelezen worden, Chris kast dat doet er niet toe. En je duidt aan welke clusters dat kind nog niet kan lezen. Bijvoorbeeld: An lukt nog niet. En lukt nog niet. In lukt nog niet. Tja. Drie keren de N. Zou het kunnen zijn dat de letter N onvoldoende gekend is. Ik ga terug naar het sleutelwoord, ik ga terug decoderen, letters inoefenen, letters inoefenen, clusters, lezen van drieklankwoorden. Dus remedieren betekent hier, het lukt niet goed. Ik kijk welke clusters kan, het kind onvoldoende. Ik decodeer, zoek welke letters onvoldoende gekend zijn en ik bouw op. Letter, cluster, drieklankwoorden. En ja, materiaal wat je daarvoor kan gebruiken is naast een Letterdoosje, een woorddoosje, ook de letterschuif. Ik laat je straks zien hoe die werkt en de woordenmaker en vergeet alsjeblieft niet de mogelijkheden die je online hebt via Bingel. Straks gaat Dirk ons dat tonen. Die letterschuif online. Ook naar thuis toe is dat voor kinderen een immense ondersteuning. We gaan naar de praktijk. We gaan het hebben over een creatief en speels leerproces. Ik ga met jullie bekijken in de jaarplanning. De keuze voor een leeswerkschrift. Ik moet daar toch nog het een en het ander bij vertellen. Daar zijn soms wat vragen bij. En ik haal daaruit thema 1, Dit ben ik. En daar ga ik een week uithalen en we gaan gewoon samen doorheen die lessen gaan. En ik probeer wat tips mee te geven die jullie moeten ondersteunen, hopelijk in de klaspraktijk. Creatief en speels leerproces. U hebt ze daar straks al zien passeren. Onze HUB en onze AAP. HUB staat vooral in voor lezen, en AAP. Uh, schrijven, schrijven, concreet spelling, creatief schrijven, maar ook het technisch schrijven. En hier aan mijn bureautje staan ze, en ik neem Hupje er even bij. Uh, Hupje is een zo, en um, zo heeft een buidel, hè, vandaar dat het ook een zo is. En kijk, Rudy, Rudy, Hupje wil iets aan jullie vertellen. Vertel het maar. Ik heb, ik heb een, een kaartje, een kaartje hier in, in mijn buidel, daar een kaartje. Gaan we eens kijken naar dat kaartje? Ja? Ja? Oké. Okay. En uit dat buideltje kan ik een kaartje halen, en we zijn met de kinderen vertrokken. Dat socio-emotionele binnen die klas is ontzettend belangrijk. En dat is niet toevallig Ann dat ik hier trek, want Ann is de marketier van ik lees met op een aap. Een top, madame. Dan weet je dat ook alweer. En aap, dat is zo de meest schuitige. Uh, blijkbaar bij de jongens is die enorm geliefd. Staat hij op nummer uno en u mag er zeker van zijn, met die twee gaat u hele dolle avonturen beleven in de klas. Trouwens, ik had het daar net over aan, die marketeer. Wel, uh, hub, die is ook jarig, hè? En ook aap lijken wij allemaal elk jaar een jaartje ouder worden. maar dat verschil dat die twee nooit ouder worden. Die blijven altijd maar zeven jaar. Ik wou dat dat voor mij ook zo was, maar dat is jammer genoeg niet zo. Um, en dan gaan we elk jaar daar ook een aantal acties rond organiseren. En vanuit marketing nodigen we u dan uit om bijvoorbeeld iets creatiefs rond de HUB te maken, of iets te knutselen rond de AAP. En als u dan geluk hebt, en u wordt eruit getrokken, dan komt die grote HUB of die grote AAP bij jullie in school op bezoek. Misschien wel met taart. Dus meedoen met die acties. Niet vergeten. Zeker doen, plezant. Nou, um, hier, regisseur gaat hup. En aap even dansen. Mm -hmm. Oké, okay, juffen en meesters, laat ons eens de jaarplanning bekijken. Je ziet heel duidelijk eerste, tweede, derde trimester aan de hand van de witruimte. U ziet ook dat we vertrekken vanuit tien thema's. Dat weet je, want je hebt tien leeswerkschriften, je hebt ook tien handleidingen, He, uh, niet om die coördineren, U weet dat. We hebben gewoon alle lessen telkens opnieuw uitgeschreven, zodat het straks ook makkelijk is voor u en ook iemand die dat u moet vervangen bijvoorbeeld of in een trimaris. Maar als we even terug focussen op de planning. Dan zie je dat uh, de eerste twee thema's telkens vier weken bevatten en al die andere thema's gaan over drie weken. Wat is hier echt belangrijk om te weten? Ja, ten eerste, Sinterklaas is er voor iedereen. Hè. Vandaar dat u daar iets ziet staan, Sinterklaas, is facultatief. Dat betekent concreet eender waar u mee bezig bent. Wanneer de zin in het land is, haalt u dat thema online. Via Bingel haalt u dat de klas binnen en kan u samen rond Sint-Vieren of Sint-Maarten, naar gelang de provincie waar u uitkomt. Um, laatste thema, thema 10, is facultatief. Concreet, thema 10 is eigenlijk al leers of tweede leerjaar. He, stel, in leerjaar 2 zegt men, hmm, we hebben nog wat inhaalmanoeuvres nodig, we willen nog wat extra uh, technisch lezen kunnen inoefenen, nog wat extra materiaal voor een aantal kinderen. Thema 9, thema 10, kan je ook perfect in het begin van het tweede leerjaar nog eens hernemen, herhalen of kinderen desbetreffend een stukje remediëren en terug op de goede weg zetten binnen dat aanvankelijk voortgezet technisch lezen. Hè. Um, in thema 1, thema 2, telkens vier weken, dit is de basis van de basis. Concreet betekent dat dat u hier, wat mij betreft, nog veel meer tijd voor kan nemen. We hebben dat ook voorzien. Helemaal onderaan zie je staan zeven bufferweken. Dat betekent dat u ruimte hebt en dat thematien is facultatief, dus dat betekent ook weer extra ruimte. Dus als je voelt en je werkt de eerste keer met die met op een aap, ik raak hier op die acht weken onmogelijk rond, dan neem tien weken of elf weken of twaalf weken. U bepaalt de snelheid waarmee uw klas vooruit kan. En dat heeft puur te maken met de kinderen in uw klas. We mogen niet vergeten, en we vergeten dat veel te vaak, dat in zo'n eerste leerjaar. Leerlingen zitten met soms elf tot bijna twaalf maanden leeftijdsverschil. Je moet dat ergens kunnen ophalen. Hè? Dat komt niet zomaar uit de wolken gevallen. Je moet desbetreffend daar de tijd voor kunnen nemen om kinderen te laten groeien. En die groeikansen willen we ze binnen Ik Lees met Hup en Aap zo goed als mogelijk ook geven. Leeswerkschrift. Wel, je hebt het gezien, hè? tien thema's, tien leeswerkschriften. Een heel bewuste keuze, maar toch haal ik dat nog even uit, omdat... Um, ik krijg heel vaak vragen, krijg, en ik zie dat ook soms op de Facebookpagina van Ik lees met hulp een aap verschijnen, van uh, wat doen jullie als de schriften nog niet gecorrigeerd zijn, beste collega's? Wel, ik heb daar eigenlijk een heel simpel antwoord op. U bespreekt dat tijdens een oudercontactavond met uw ouders. En u hebt online een powerpoint staan, Dirk gaat dat straks laten zien, een powerpoint die u begeleidt. Binnen die oudercontactavond. Wel, vertel daar, beste ouders, heel belangrijk is dat kinderen als ze het leeswerkschrift meekrijgen, daarin kunnen lezen, oefenen, datgene wat de juf of meester heeft aangeduid. Zorg er ook voor dat dat schrift terug mee in de boekentas zit. En het kan, beste ouder, dat ik sommige dingen nog niet gecorrigeerd heb. Maar dat komt wel. Het is belangrijk dat jullie even oefenen datgene wat ik aanduid, bijvoorbeeld die, die leestafelslijst erop staan, en hoe dat ouders daar een ondersteuning vinden. Ik denk straks ook weer aan Bingel, aan zo'n letterschuif die online staat, die uw auditief ondersteunt. Dat soort dingen moet u meepakken als u bij die ouderavond het hebt over dat leeswerkschrift en als u zich zorgen maakt van oei, ik geef er iets mee wat nog niet helemaal gecorrigeerd is. Niet erg, überhaupt niet erg. Leeswerkschrift. Wel, we weten ondertussen dat dat voor leerkracht en ouder eigenlijk een zege is. Dat betekent een nauwgezette opvolging kunnen doen. Stap voor stap, ik kan vooruitblikken, ik kan ook terugblikken. Ik zie mooi een mooie volgorde datgene wat aan bod komt, leestechnisch, maar ook naar oefenmateriaal, alle aspecten van taaltest betreffend. Zeer motiverend en rustgevend, want ze krijgen om de vier weken, drie weken een nieuw leeswerkschrift. En de belangrijkste leerstof staat op de flappen. Als u nu voelt van ik heb hier aan dan zwakkere leerlingen en die leestafels vindt u nog belangrijk, dan snijd die flap af. Verbind die tot één mapje, zodat je eigenlijk een soort van aanvankelijk lezen mapje hebt waar kinderen nog eens extra kunnen oefenen. Het is maar een tip die ik u meegeef. U kan er desbetreffend maar wel bij varen. Goed, um, we gaan thema 1, dit ben ik, er even uitpikken en um, ik ga daar één week met jullie bespreken. Maar natuurlijk komen we daar nog een aantal stapjes voor. Je weet, wereldoriëntatie is altijd de context, hè? maar eigenlijk een taal vertrekken we vanuit taalvaardigheid. En taalvaardigheid is luisteren, lezen, spreken, schrijven komen samen aan bod, daar waar het kan. Nu, dit ben ik, dat is één voorbeeld, maar je hebt ook thema's, lijkt bijvoorbeeld de boerderij of circus. En dat helpt mij eigenlijk om de volgende link te maken. Stel dat je bezig bent in je klas met het thema de boerderij en je voelt dat die kinderen enorm gemotiveerd en getriggerd zijn en ze meer willen weten over bepaalde dieren op de boerderij of misschien een boerderij wensen te bezoeken omdat een neef of nicht ergens een, boerde, een boer of boerin is. Wel, wat je dan doet is vertrekken vanuit taal en linken maken met wereldoriëntatie. Je bent wereldoriënterend bezig. Als ik woordenschat binnenbreng binnen taal en ik wil die woordenschat nog verrijken, verbreden, dan ga ik naar wereldoriëntatie. En beste mensen, dat is een opstapje naar projectmatig werken. En je kan evengoed linken maken met muusevorming en met wiskunde en andere vakken. Dat kan perfect. Dus wereldoriëntatie is altijd de brede context. Trouwens even in de marge, een beetje reclame maken mag. Hè. Um, naast, ik lees me door op een apen, bestaat er ook een methode, wereldoriëntatie op verkenning, waar we ook al een aantal linken maken. Eigenlijk kunnen er al opzetjes zijn naar wat straks projectmatig werken heet. En mensen van het vrije net, dan zijn we heel zillig bezig hè, op die manier. Dus wat zie je staan op de slide? Wereldoriëntatie, de context. Je kan vertrekken als je zo'n verhaal vertelt. En dat is heel belangrijk: dat verhaal kunnen vertellen. Vanuit de flipover over hè, vanuit de vertelplaten. Zelf ben ik er voorstander van dat u als leerkracht dat verhaal vertelt. Ik kan in de luisterhoek gezellig bij elkaar. Op die manier vertelt u het verhaal en zorgt u voor interactie. U laat ook even op woordenschat die aan bod komt. Laat kinderen ook duiden. Laat kinderen ook vanuit de context uh, proberen te begrijpen datgene wat aan bod komt. Maar we hebben die vertelplaten ook mee opgenomen in je bordboek. En we hebben er een surplusje aan toegevoegd. In die zin dat we ze hebben opgenomen. Dus eigenlijk hebben we ervoor gezorgd dat die hele verhalen ook opgenomen staan gekoppeld aan die vertelplaten, zodat je die kan laten beluisteren in je klas. En uit ervaring weten we dat kinderen zo'n verhaal vaak heel graag terug herbeluisteren. Dus dat kan zijn een stukje uit dat verhaal, dat kan zijn helemaal. U bepaalt dat op die manier. Weet je wat? Ik laat je een klein stukje van dat verhaal even horen, dan bent u direct mee. Ze zitten met z'n vieren aan tafel. An en El en de mama en papa van An. Ze eten pannenkoeken omdat El blijft logeren, want dat is toch een soort feestje. Papa heeft een heel grote stapel gebakken, en dat is maar goed ook, want An en El zijn dol op pannenkoeken. Ik lust er wel tien, zegt An. Ho, ik wel honderd, lacht mama. Ik bedoel, ik lust er wel een miljoen, zegt An gauw. Ik wel duizend, zegt El. Ze weet niet zo goed of dat eigenlijk wel meer is dan een miljoen, maar het zijn er in elk geval heel veel. Mama tekent met stroop een gezichtje op haar pannenkoek. Dit ben jij, Ann, zegt ze. Zie je wat een grote glimlach je hebt? Ann knikt. Het klopt wel dat ze de hele tijd zit te lachen. Alles is ook zo hartstikke leuk vandaag. El mag nog een nacht blijven slapen. Ze heeft ontdekt dat ze met hup en aap niet alleen kan spelen, ze kan er ook mee praten. Ze hebben een tent gebouwd en nu eten ze nog pannenkoeken ook? Dan moet Anne wel lachen. Daar kan ze niks aan doen. Haar glimlach is wel zo groot als een opgerolde pannenkoek. Thema 1, dit ben ik. Wel, ik haal daar week 3 uit, het sleutelwoord uh, eet. Ja, je weet, uh, als je die handleidingen bekijkt, handleiding, dan hebben we daar katernen ingestoken. En je krijgt per week een katern. Dus eigenlijk is dit week drie. En die week drie die ga ik met jullie gedeeltelijk doorlopen. Maar je ziet mooi wat we ingekleurd hebben. Dat zijn de lessen die dat ik met jullie ga bespreken. Nu, om het even te duiden, dat themaverhaal is verteld. En waar zit ik hier? Ik zit hier in week drie. Het slotenbord eet gaat aan bod komen. Het voorgaande woord was l. Je ziet dat aan de hand van de eerste vier lessen wat we daar rond gedaan hebben. Ik ga dat niet allemaal lezen, maar dan zie je vanaf les 6 staan. Het woord eet auditief en visueel aanbieden. Het woord eet spraakmotorisch en visueel structureren enzovoort tot en met les 12. Wat dat zijn de lessen die ik er even uithaal om samen met u te doorlopen. Les 6 technisch lezen. Het woord eet auditief en visueel aanbieden. Dat betekent a ah, ik heb dat verhaal verteld en uit dat verhaal is gekomen de wandplaat eet dat is deze. En daarnaast heb je het woordkaartje eet en het geschreven woordkaart eet. Nu, dat geschreven woordkaartje, als het methode dase is, dase.nu of karakter, dan vind je dat online. Dirk gaat het straks ook weer tonen waar je dat kan terugvinden, dus die kan je daar printen. Heb je een andere methode schrift, dan zal je ze één keer zelf moeten schrijven. Nu, op de slides staan die zo mooi tegen elkaar geplakt. Die kaartjes zijn los van elkaar in elk geval. Hè. Eerste fase. Auditief discrimineren, wat gebeurt er dan? Wel, dan zegt u als leerkracht een like. eet, eel, een, eet. Mannen, telkens als je eet hoort, neem je het woordkaartje van eet, je steekt het in de lucht en je wijst ernaar. Waarom doen we dat zo in plaats van tikken op de bank? Wel, die zwakke leerling, waar ik nooit van weet, van tikt u nu mee met de rest of die heeft u daadwerkelijk gehoord? Wel, die zwakke leerling, die hoort eet, auditief. Die ziet eet visueel en die kan die auditieve visuele link op die manier makkelijker maken. Eerste fase: het woord uh, eet auditief discrimineren. Zo kom ik bij de handleiding terecht. Ik ga het even samen met u bespreken. Uh, ik moet daarvoor zelf even de handleiding nemen omdat uh, ik het dan nog beter kan zien, datgene wat er staat. En eigenlijk, wat is het belangrijke? Het belangrijke is de marge links en de marge rechts, waar voor u zowat belangrijke dingen staan: domein, onderwerp, lesduur, de materialen. U vindt daar een aantal tips, zijn altijd vrijblijvend. Dan krijgt u bovenaan de week met het lesnummer. U ziet de beginsituatie staan. Belangrijk om te weten waar je uit start. De lesdoelen. Wel, bij wijze van spreken zijn dat van indoelen. Wat bedoel ik daarmee? De meeste van jullie werken met een digitale agenda. Doe je dat nog niet? Bingelplanner gebruiken, is gratis, toegankelijk. Zeker doen. Concreet betekent dat ik sleep die les naar de juiste plek, bijvoorbeeld maandag 9 uur. Maandag 9 uur, ik open mijn agenda, daar staat mijn les, mijn lesfiche. En de doelen gekoppeld aan uw eigen net. Bent u van het vrije net, gemeenschapsonderwijs, OVSG, u krijgt de juiste koppeling met doelen. Dan krijg u de stapjes die dat u dat gewoon bent, lijkt u dat gewoon bent in een les. De verschillende onderdelen waar het gaat over kernverwerking en afronding. Maar ook wordt aandacht besteed aan instructietaal. Wordt gezegd wanneer u bijvoorbeeld boekjes kan gebruiken met de oefenrijtjes. Wanneer er een eerste leesboekje uit de leestijd aan bod komt. Al die informatie vindt u daar. Dus zegt u, ik wil even snel doorheen die handleiding, dan lees je de twee kaders. Wil je wat uitgebreider stilstaan, dan leest u het hele lesverloop. Weet ook dat een aantal dingen zich herhalen. Eén keer als u weet op welke manier auditief of visueel gediscrimineerd wordt, ja, dan kent u dat. Hè. Dan weet u op welke manier u daarmee aan de slag kan. En wat dat betreft, is het ook aan u om daar voor een stuk ook eigen invulling aan te geven. Hè. Dat is eigenaarschap van de leerkracht trouwens. Ik heb auditief gediscrimineerd, tweede fase ga ik visueel discrimineren. Wat u hier ziet is een uh, voorbeeldpagina uit het leeswerkschrift. En de kinderen krijgen dat op die manier volgen. Maar u hebt ook een bordboek. En de dag van vandaag zijn dat geen gewone bordboeken maar meer, maar spreken wij over bordlessen. En het interessante is dat de drie oefeningen, zoals u ze hier ziet staan, oefening 1, 2, 3... Die kan u slide na slide tevoorschijn toveren en interactief met uw klas op die manier gaan oefenen. Bijvoorbeeld bij oefening 2, daar zie je daar een ingekleurde appel met eet. De bedoeling is dat de kinderen de andere appels vinden waar ook eet in staat en die ook inkleuren. Wel, als ik die nu op mijn bord tover en ik klik die aan, zal die appel met eet opkleuren. Wat ik hier voorstel, zeker in de eerste fase, is u werkt in een 1-1 relatie met uw kinderen. Betekent u zet de juiste slide aan het bord. Kinderen de vinger aan de juiste oefening. Vandaar ook de bolletjes: 1, 2, 3, om kinderen te ondersteunen. En op die manier werkt u in de eerste fase heel begeleid. En u voelt wel welke kinderen dit zelfstandig gaan kunnen. Want de stapjes die we hier zetten, hernemen we telkens, juist om die kinderen die het aankunnen, de kans te geven om te vliegen, om daar stappen verder in te zetten. Dat is differentiëren. Hè? tweede pagina als voorbeeld. Wel, u herkent dat, hè? dat is hier ook visueel discrimineren. Ik neem die oefening tweede misschien even uit. Dat zijn zinnen. Moet ik die al kunnen lezen? Wel, misschien dat sommige leerlingen die al kunnen lezen, dat is tof. En dan ga je zeker de kans geven aan die leerling om dat voor te lezen. Maar in de eerste fase ga je eet visueel discrimineren. Ik moet dat nog niet kunnen lezen, ik moet dat woordje eet eruit kunnen halen visueel. Heb ik dag gedaan, ja, dan zou het fijn zijn dat een kind die het kan, leest, of dat u als leerkracht even voorleest datgene wat er staat. Oefening drie onderaan, want daar is soms ook wat uh, twijfel rond. Uh, we werken hier enkel horizontaal met de leesrichting mee. Dus we gaan niet onder elkaar lettertjes zoeken, niet diagonaal. Nee, we zoeken eet horizontaal met de leesrichting mee. Anders zou het te complex zijn op dit moment voor kinderen van het eerste leerjaar. Auditief gediscrimineerd, visueel gediscrimineerd. Ik kan een stapje verder zetten. Les 8, het woord eet, spraakmotoren en visueel structureren. Ik heb daarvoor de klassikale structureerstok, laat ze even zien, de klassikale letters. En ik zelfstandig werken in het leeswerkschrift. Nu, als je die les gelezen hebt, dan zal je zien dat de auteurs de tip geven van. Laat de leerlingen allemaal een koek meebrengen naar de klas. Of, misschien dat je van je directeur een doos met koeken krijgt die dag, you never know, als die eens een goede bias. is. Wel, al die kinderen hebben een koekje. En Hup die gaat op zoek naar allemaal woordkaartjes waar eet op staat. En telkens wanneer Hup zo'n woordkaartje met eet laat zien, mogen de kinderen een stukje van hun koek eten. En de volgende fase, wanneer de kinderen de e herkennen, mogen ze een stukje van de koek eten, een t. En hopelijk is die koek groot genoeg, hè, dat je op die manier heel veel dingen kan vinden samen met de kinderen. Nu was die klassikale structureerstrook, u kent dat wel, hè, dat zijn die plooikaartjes, eigenlijk betekent dat... Ah, ik ga van mijn sleutelwoord, trouwens, u mag gerust een woorddoosje hebben waarin die sleutelwoorden verzameld worden, en daarnaast een letterdoosje waarin ik kan zeggen van, oké okay, mannen, wat zie ik hier? De E. En de klassikale E komt aan de letterlijn. Wat zie ik hier? De T. En de klassikale T komt aan de letterlijn. En tegelijkertijd kan het individuele letterkaartje met de E en de T voor de leerlingen in het letterdoosje komen. En laat leerlingen regelmatig oefenen op die letters, op die woorden. Maar laat ook verdwijnen als een leerling de woorden kent. De letters kent. Focus op datgene wat minder goed gaat. En de rest komt automatisch aan bod. Dat krijgt dat kind op die manier veel meer leeskansen. Als ik dat gedaan heb. Ik heb dus auditief, visueel gestructureerd, gedecodeerd. Ik heb die klassieke gestructureerd ook gebruikt. Ik heb die letters eruit gehaald. Wel, dan ga ik het toepassen in het leeswerkschrift. Ik laat je dat zien. Kijkt u even mee naar oefening 1 bovenaan. En ook hier moet u altijd altijd ervoor zorgen dat kinderen weten wat er op die tekeningen staat. Dat ze kunnen benoemen datgene wat er staat. Als dat niet kan, kan ik niks doen. Dat kan ik niet werken. Ik moet weten dat het een ui is, en dat het een peer is, dat het een reep is, enzovoort. Kinderen moeten hier de e ontdekken in een woord. Goed opletten, want hier zijn soms ook uh, misverstanden rond. En ik ga ze vandaag voor één keer voor altijd de wereld uithelpen. Hè. Um, dat betekent als ik hier de e moet herkennen in bijvoorbeeld peer. Ik zeg mannen peer, hoor je de e? Een aantal kinderen gaan überhaupt geen e horen. Dan betekent dat mannen luister, e r. Hoor je de E? Trek een lijn van de peer naar de E. Wat ik hier doe is de analyse. Dat is geen synthese. Spelling is analyse. Synthese betekent, eer, eer. ik moet eer herkennen om te gaan naar e eer, m, eer, k e eer. Vat dat goed? Het ene is analyse, het andere is synthese. Lezen is altijd clusteropbouw. Ga naar het lezen van drie klankwoorden. Ja, de oefening daaronder, dat kent u. Hè. Als u dat met de E kan, kan u dat met het of met de T natuurlijk ook. Fase daarop volgend, betekent dat ik dat letterdoosje kan gebruiken. Trouwens, er zijn ook heel wat leerkrachten die hebben nog zo van die uh, goede oude letterdozen. U kent dat wel met die, die dozen. Als je dan hard op die deksel drukt, dan hebt u heel veel plezier, want al die lettertjes moet u dan terug sorteren. Maar het kan perfect dat u die lettertjes gebruikt, in zo'n letterdoosje, want die passen in die hokjes. Zo heb je niet al die letters nodig, want dat is anders een kakofonie voor kinderen. Maar je bouwt gewoon systematisch op op basis van ontsloteling van letters. Hè. En dan bovenaan, eigenlijk, is dat simpel. Hè. U kent dat wel. En mannen, uh, eet, de eerste letter van eet, of de beginletter. Het is een directe systeemmethode, mensen. Geen structuurmethode. Hè. We spreken hier niet over een kopje, een buikje en een staartje. Nee, over een beginletter en een eindletter, of een eerste letter en een tweede letter. Trouwens. Hoe kan je uitleggen aan een kind dat aap geen kopje heeft? Hè? Aap heeft wel degelijk een kop. Hè? Maar bij aap heb je de beginletter is A en de eindletter is P. Of de eerste is A, de tweede is P. Hè? Die neemt dat even mee. En dus op die manier gaan we daarmee om. Mannen, eerste letter van Eet. Laat eens horen. E. Zoek de E. Leg in het juiste hokje. Zo bouwen we dat op. Heel wat spelletjes onderuit uitgeschreven. En onderaan zie je dan staan dat we nog eens hernemen. De E. En we gaan bouwen met die E. Aan de hand van gekende letters, letterschuif, letterdoosje, met de woordenmaker. We gebruiken online de letterschuif. De woordenmaker online in ons bordboek. Oefenen we die clusters in, zodat we ze vlot kunnen lezen, zowel met de E als met het. Onderaan op die pagina vindt u nog eens de letters, de fonemagrafeemen die ik eigenlijk al moet kunnen lezen. Die worden op die manier nog eens herhaald. En zo bouw ik verder. He, u herkent bovenaan ik. Wel, eh, ik is makkelijk, hè? dat ken ik eigenlijk al, want dat is een sleutelwoord. De meeste kinderen eh, kennen dat zeer vlug, want dat is het allereerste wat we aanbieden. En dan bouw ik al direct met nieuwe medeklinkers ook nieuw woordmateriaal. En ook hier weer die voorbereiding, die heel belangrijk is met de materialen die we aanbieden. een tweede rijtje bouwt daarop verder. En dan ziet u een derde rijtje staan waar we horizontaal zijn gaan werken. Dat betekent een covariat rijtje. Waarom? Wel, die woorden die veranderen op onvoorspelbare plaatsen. Dus een kind moet goed zien om te weten wat hij leest. Dat is iets anders dan een wisselrijtje. Hè? Een wisselrijdje zijn dingen als boom, bood, boos, boog. U weet, ha, die bo daarvan voor, die moeten ze al niet meer lezen. Dat weten ze, enkel die laatste letter. Wel, zo'n covariat rijtje, dan moet je goed kijken om te weten wat er staat. En lukt dat? Dan ga ik al naar het lezen van eenvoudige zinnetjes. En daar helemaal onderaan op die pagina ziet u de pijl staan. De pijl die uh, omhoog wijst, dat is verrijking. Nog niet voor iedereen. Dus waar wij van houden is van convergente differentiatie. Waarin kinderen samen starten en kinderen onderweg kansen krijgen om naar boven toe te differentiëren, te verrijken. Maar evengoed alle kansen krijgen om in ondersteuning, in interactie van elkaar te leren. Trouwens, dat is persoonsgebonden, dat is dat dynamische affectieve wat hier ook heel sterk mee geïntegreerd wordt. Wat laat ik je nu even kijken? Ik laat je even kijken hoe dat zo'n letterschuif werkt en ik laat je even kijken hoe dat zo'n woordenmaker werkt. De letterschuif is een essentieel onderdeel bij het leren lezen met: Ik lees met Hup en Aap. Aan de achterkant heb je een aantal schuifjes. En die schuifjes die volgen eigenlijk het leesproces de opbouw van letter, cluster, Sleutelwoord. Nu, je leert eerst een sleutelwoord aan, dus het is logisch dat je dan ook de schuif eerst gebruikt met de sleutelwoorden. Dat betekent dat de kinderen, en ze worden daar geloof ik wel handig in met de tijd, de schuif met de juiste kleur en aanwijzend het bolletje, één of twee bolletjes, hè, dat de kinderen de juiste schuif in het juiste hokje steken en dan kan je op die manier kinderen laten lezen. Zoek bijvoorbeeld en, zoek eet, want eet hebben we net geleerd, niet meer dan dat. Hè. Oké, okay, is dat goed? Lukt? Dan doen we die letterschuif even weg. Ik leg ze gewoon even opzij. En ik neem de letterschuif met de klinker en met de medeklinker. Want we hebben leren ontsleutelen, dus dat betekent ook dat we kunnen bouwen. Wel, ik ga de schuif op de juiste plaats steken. De donkerrode schuif steek ik in het eerste hokje, en de gele schuif steek ik in het tweede hokje. En nu kunnen we bouwen. Mannen zoeken de E. Zoek bijvoorbeeld de n, e, n. Zoek de e, zoek de r, e, r, enzovoort. Dus op die manier gaan kinderen twee klanklusters leren bouwen. En als we zover zijn dat ze die twee klankklusters kunnen bouwen, hebben we nog één fase. En daarom is een letterschuif zo belangrijk, die twee hokjes. Want die volgende fase, en nu kan ik terug... Naar de sleutelwoorden, maar ook naar de clusters gaan. Die moet ik in één keer kunnen lezen. Ek, L, in. En dan maak je de koppeling met de medeklinker. En op die manier kom ik tot het lezen van drieklankwoorden. Zoek bijvoorbeeld de K. K. In. Op een snelle manier gaan kinderen met geleerde letters en clusters nieuwe drieklankwoorden bouwen. En ja, je mag ook even goed gekke woorden bouwen. Dat kan geen kwaad. Alleen moet je kinderen laten beseffen dat het gaat over niet bestaande woorden. De woordenmaker is een alternatief voor de letterschuif. Soms heb je een ander model nodig waar kinderen mee kunnen oefenen. Je kan die langs twee kanten gebruiken. De eerste kant is uh, voor het eerste trimester en de andere kant vanaf trimester 2, waar het gaat over dubbele eind, dubbele begin, enzovoort. Ik neem even de start in het eerste trimester. Je ziet uh, verschillende blokjes met kaartjes liggen. En dat maken het ook anders dan andere min of meer gelijke uh, woordenmakers. Dus wat je in eerste fase gaat doen is met de kinderen de letters oefenen. Gewoon verklanken klanken wat er staat. K, N, L. In volgorde komen hier aan bod de letters. Vanuit de sleutelwoorden, één na één in de juiste volgorde. Dat lukt? Oké okay, mannen, tweede hoopje. Lees maar wat er staat. Ik. A, E. Prima, all right. We gaan een stapje verder. We gaan bouwen. Ik. K, IK. A, K, AK. A, N, AN. Lukt dat goed? Oké, okay. laatste fase. In één keer lezen mannen. IK. An, en ik neem hier bijvoorbeeld kan. En zo bouwen we vanuit clusterkennis drie klankwoorden. Als ik de letters gedecodeerd heb, dan is de fase die daarop volgt: letters leren schrijven. En uh, daarvoor hebben we het schrijfhuisje van Aap. En u ziet het daar staan: hè, mooi uh, de kelderlijn, de vloerlijn, plafondlijn, daklijn. En we hanteren dat eigenlijk naast elke schriftmethode. Heb je karakter, heb je dazen.nu, dan vindt u online de schrijfsets die daarbij horen. Maar u hebt ook een apart schriftje daarvoor, hè, waar in mooie volgorde de sleutelwoorden en letters aan bod komen. Dus eigenlijk dezelfde pagina's als online, maar mooi achter elkaar. En heel veel leerkrachten uh, wensen dat wel, uh, om dat mooi geordend bij elkaar te hebben. Heb je een andere methode, ja, dan moet u één keer um, die letters en woorden zelf schrijven. Maar ook daar hebben we aan gedacht. Online vind je dan een lege schrijfzet, noemen we dat, waarin u één keer zelf kan voorschrijven. Of misschien vindt u wel een collega die ook met Ik Lees met Hup en Aap werkt, die u daarin kan ondersteunen. Nu, bij uh, Ik uh, Lees met Hup en Aap gebruiken wij ook een schrijfliedje. Het liedje Lila Letters. En geloof me, ik laat er u even een stukje van beluisteren. Dat gaat u. Uh, de he het hele schooljaar luidkeels kunnen meezingen. En te zeggen, een ogenwurm die blijft hangen hoor. Ik schrijf lila letters, sloppers, biesbaas, bitters, netjes op de lijn. Schrijf vind ik fijn. lila letters, sloppers, biesbaas, bitters, netjes op de lijn. Ik pak mijn potlood op de juiste hoogte vast. Met drie vingers zodat het past tussen wijsvingen en daar. Niet te snak en te lang. En mijn lieveling is steeds zodat het op ons invloed. Zoals kern, hyla, let, geschok, spies, paas, op de land. Voilà, hier zie je zo'n eerste schrijfblad. En uh, we vertrekken altijd vanuit het schrijfpatroon. Hè? Want in de kleuterklas hebben ze eigenlijk die schrijfpatronen al geoefend. Voila, en hoe meer men daar geoefend heeft, hoe meer dat u daar de vruchten van zal plukken. Dus je start hier vanuit een open Gironde. En op die manier bouw ik op naar de E. En de E is in die zin makkelijk. Want de E betekent eigenlijk dat ik twee keer de E achter elkaar moet schrijven. En ik heb de E. En de E die kunnen we al schrijven. We gaan dat ook ondersteunen in een letterfilmpje. Die letterfilmpjes zitten vanzelfsprekend in je bordboek. Maar um, het is ook heel leuk om zo'n letterfilmpje als ondersteuning mee te geven bij een taak. Het kind moet thuis E oefenen. Want het kind kan het letterfilmpje bekijken. Ook de ouders kunnen dat bekijken he, ter ondersteuning. We willen en kunnen helpen zijn twee verschillende dingen die waar. Dus op die manier uh, kan je dat kind eigenlijk gericht die taak laten maken. Als je nu kinderen hebt waar u van voelt van, oei, die grove motoriek. Die fijne motoriek, beter gezegd, die is hier nog niet wat het moet zijn. Dan ga ik van groot naar klein, dus ik ga zo'n schrijfpatroon gebruiken vanuit beweging. Het groot schrijven aan het bord of op de speelplaats. En zo ga ik verkleinen, dus wat meer oefenen op het schijfpatroon, om dan te komen tot de letter E. Wel, we kijken even naar het letterfilmpje. Ik schrijf de letter E. Ik maak er onmiddellijk nog een letter E aan vast. Voilà, zo eenvoudig is dat. Nu, natuurlijk dat we gebruik maken van het benoemen van die schrijflijnen, ook dat soort filmpjes zitten erin, hè? die echt vertrekken vanuit het benoemen van de schrijflijnen. U moet dat maar eens zelf ontdekken en u kiest datgene wat, waar u van vindt dat dat voor uw kast... Het, het meeste toe doet, hè? De, waar je aan voelt van, daar heb ik het meeste ondersteuning aan. Wel, uh, op psychologisch, dan heb je de, t, hier vertrek vanuit de open arcade en zo gaan we het opbouwen. En natuurlijk krijg je nog een extra pagina, oei, ik ga te snel. Dan krijg je nog een extra pagina uh, waarin dat, um, de letters aan nog eens aan bod komen en je een herneming krijgt van de sleutelwoorden. Of kinderen die al een stukje vooruit lopen, die nog wat extra schrijfmateriaal hebben. Als ik heb leren schrijven, is een volgend stapje in mijn proces dat ik ook ga spellen. Dus dat betekent dat ik zowel de fonemen, grafeme en e en t ga inoefenen en noteren, maar dat ik ook start met visueel-auditieve dictées. Al vanaf de eerste les doe ik dat. Op het moment dat ik eigenlijk een letter heb leren schrijven, koppel ik daar ook mijn spelling aan vast. Dus wij geloven er heel sterk in dat je het schrijven zo kort als mogelijk moet koppelen aan het lezen. Want dat betekent dat ik auditief, visueel en motorisch zo'n letter kan vastzetten. En een kind, naar gelang, gaat daar de vruchten van plukken. Want dat zijn de drie componenten om een letter goed vast te zetten. Dat visueel auditief T, dat ga ik straks nog even eh, naar voren brengen. Maar ik ga eerst even met u kijken naar de spellingmachine van AAP. En daarvoor hebt u zo'n grote poster gekregen, verschillende posters trouwens, met magnetische letters. En het klopt dat die poster iets minder van kwaliteit is dan die andere spellingposters. Waarom? Wel, omdat we daar werken met magnetische letters. En het is fijn dat zo'n letter ook blijft kleven op je magnetisch bord, wat dat betreft. Vandaar dat die iets dunner is van papier. En dus die poster is leeg. En u bouwt, naar gelang uw letters ontsleutelt, bouwt u op. En wat is hier belangrijk? Niet zo belangrijk is die klinker-medeklinker. -klinker. Natuurlijk mogen kinderen dat kunnen, ze moeten dat straks ook kunnen. Maar het belangrijkste is korte klanken, e a e op, Lange klanken, e-a-o-u. Andere klanken. Daarnaast klinkers, medeklinkers. Trouwens, hier zitten nog niet alle letters in. Hè. Dat gaat pas vorderen in het tweede trimester. Dan komt de rest van de letters aan bod. Als je kijkt naar dat spellingschrift, dat is spellingschrift 1. We hebben ook twee in het oefenblokje voor twee trimester, u weet dat wel. Wel, als je kijkt in spellingschrift 1, op de middelste pagina, dan staat diezelfde spellingmachine. Maar hier staat al alles ingevuld. Ja, kan moeilijk anders, want dan kunnen kinderen toch niet vragen om dat zelf in te vullen. Zeker niet als het gaat over drukletters. Dus was hier de bedoeling, ik kleur in, die letters lijkt ze aan bod komen. Op die manier houden kinderen ook bij welke letters ze al moeten kennen. Zo gaat die spellingmachine langzaam gevuld worden doorheen uw schooljaar. Dan ga ik naar het spellingschrift zelf. En ook hier weer. Hetzelfde lijkt daar straks. Eerst goed weten wat op die plaatje staat. Anders kan ik hier niets mee doen. Ik moet als kind weten wat daar staat, wat die tekening betekent. En dan kan ik daarmee aan de slag. En waar gaat het hier over? Het gaat hier over de E herkennen. De plaats van de E in een woord. Het eerste tekeningetje is beer. Dus ook hier weer, analyse, mannen, goed luisteren, B, E, R, waar hoor ik dit E in het midden? Ik kleur dat vakje in het midden, of een kruisje, u kiest daarin, en ik schrijf de E. En waarom is dat belangrijk? Want ik, deze HUB-gebruikers herkennen die pagina's, die gebruikten we ook al in de voorgaande editie, Wel, dat is hier belangrijk omdat ik hier het auditieve, het schrijfmotorische en het visuele bij elkaar breng. De componenten om die E goed vast te zetten. En datzelfde doe ik vanzelfsprekend met het. En daarna krijg je dat auditief visueel dictee. Hoe doen we dat? Wel, het principe, en dat is een heilig principe in een eerste leerjaar: voordoen, nadoen. Als het niet goed lukt bij kinderen, voordoen, nadoen. Concreet: A, ah, ik vertrek vanuit de letters die ik al kan schrijven. De E, ik schrijf als leerkracht de E aan het bord. Kinderen kijken. Bord gaat dicht, of u weet het even uit bij wijze van het spreken. Schrijf, kinderen schrijven, kijk na. Zo leer je. Als je enkel auditief werkt, dan ben je aan het testen, dan doe je een toets. Daar leer je niet zoveel van. Dus eerst alle letters laten we de revue passeren en dan alle sleutelwoorden. En daar waar het kan, kan je ook al hier of daar het eerste cluster of een drieklankwoord meenemen. Dat moet je zelf aanvoelen. Er zijn kinderen die dat zeker zullen kunnen, bij anderen is dat nog te snel. Dat is ook weer differentiëren. Hè? Ook met een spelling kan je wat dat betreft gerust differentiëren. Dan ga ik naar les 11: technisch lezen. Tweeklankwoorden en drie klankwoorden, woorden vormen en lezen. U hebt ook die boeken met oefenrijtjes. Die boeken met oefenrijtjes volgen heel mooi het hele leesproces. Dat betekent dat alle mogelijkheden op basis van letters die we ontsleuteld hebben, die vind je daarin. De symbooltjes die helpen u om te weten waar we op dat moment zijn. Dus dat is nog eens extra inoefenmateriaal om kinderen per twee te laten lezen. Peer tutoring, partnerlezen, klassikaal kan je dat ook gebruiken. Hè? Dat zit ook mee in je bordboek. Dus wat dat betreft zeker doen, samen met die leestafels, die woordenrijtjes, laat dat maar naar boven komen. Ook die clusterkaarten, oefenen, automatiseren, op die manier de dingen vastzetten voor kinderen. Kijk, ik ga even met u die leesbladen overlopen. Bovenaan herkent u de sleutelwoorden. Op basis van die sleutelwoorden, ik, hè, ziet u daar staan bijvoorbeeld, op basis van die sleutelwoorden heb ik de gekende letters. En ik bouw hier weer nieuwe clusters, letterschuiven, maken, u weet dat ondertussen. En zo bouw ik verder. En daar zie ik ook weer die coviate rijtje staan. Dat betekent hoogst en al opgebouwd, veranderen op onvoorspelbare plaatsen. Onderaan een leeslesje. Lukt dat? Volgende pagina. En ook hier vindt u weer de opbouw van de woordenrijtjes. En onderaan heb je eigenlijk al een eerste element naar een vorm van begrijpend luisteren, van begrijpend lezen, sorry, hè, waar een kind al een tekening moet kunnen benoemen en op die manier een volledige zin maakt. Hè. Riet eet een appel staat daar. Dus op die manier kan je uh, kinderen al uh, aan de slag laten. Hè. Oefenblad voor thuis. We hebben het wat vergroot uh, op de slide, maar eigenlijk staat het maar heel klein onderaan die pagina. Ja, waarom? Het is niet aan ons hè, om te zeggen dat u huistaken moet geven. U bepaalt als school zelf uw huistakenbeleid. Maar die vraag kwam zo vaak terug dat we gezegd hebben uh, binnen de auteursgroep: hier moeten we iets aan doen. Dat hebben we ook gedaan. Trouwens, ook weer interessant om mee te nemen in die oudercontactavond straks: dat u zegt van beste ouders, uh, daar zit een oefenblad voor thuis in. Ik duid wel aan bij het hupje datgene wat het kind op dat moment moet kunnen lezen. Dat kan voor alle kinderen, of voor sommige kinderen kan dat anders zijn. Voor de ene kan dat misschien de hele pagina al zijn, voor de andere misschien de eerste twee kolommen bij oefening één. Dat kan. Maar op die manier weten ouders, oké, okay, hier moet ik op oefenen, want dat is eigenlijk de essentie. Als Sarah of Piet dat kan, dan ben ik er zeker van dat de juf content of de meester content zal zijn, en dat we verder kunnen. Les 12. Technisch lezen. U ziet daar staan hupuurtje, remediëren en inoefenen van de letters e, de l, de e en de t. Wat is eigenlijk een hupuurtje? Wel een hupuurtje geeft u de kans om in groepjes te gaan werken. Hier in deze heb ik groepje 1 en groepje 1 zijn leerlingen die de letters nog niet vlot kunnen lezen. Groepje 2 kunnen ze voldoende goed lezen. Groepje 3 kunnen ze zeer vlot lezen. Hoe werken we? Wel groepje 3 krijg direct instructie en een aantal hubblaten en die mogen zelfstandig van start. Groepje 2 en groepje 1 neem ik als leerkracht samen. Daar ga ik nog samen aan het bocht een aantal oefeningen mee doen. Dan zet ik groepje 2 aan het werk, ook aan de hand van een aantal hubblaten. En groepje 1, die kinderen die de letters nog onvoldoende kenden, wel daar ga ik nog extra mee oefenen. Als je parallel werkt of je hebt een zorgcoördinator in school die kan en mag ondersteunen. Is dit het moment? Ik zou altijd opteren dat de klastitularis het groepje neemt met de zwakste leerlingen. U kent uw kinderen het best en laat de zorgco of de ambulante leerkracht of een collega he, op die manier de andere groepjes eventueel begeleiden. Zo zet je stappen. Vanzelfsprekend. Het is niet enkel een leesmethode, het is een taalleesmethode, dus alle aspecten van taal komen aan bod. Vandaar taalvaardigheid, hè. luisteren, spreken, lezen, schrijven, creatief schrijven, spelling, taalbeschouwing geïntegreerd, extra aandacht voor woordenschat, He, um, niet enkel in de lessen. Ook hier weer heel wat leuke oefeningen binnen BINGEL. ik zal er straks zeker naar te laten kijken, waar bijvoorbeeld het memory vertrekkend, en, en dat is eigenlijk een hele mooie oefenvorm om woordenschat in te oefenen, hè. zeker voor die kinderen van die leeftijd, dat ze de tekening herkennen, luisteren wat er gezegd wordt, op die manier de link maken, dat zijn uh, Interessante dingen om anderstaligen of kinderen die echt moeite hebben met de woordenschat een stukje bij te benen. Wat ik er even uithaal om u de opbouw te laten zien, is het voortgezet technisch lezen en de individuele leestraining. Hoe bouwen we dat op? Dat u dat even mee hebt. Kijk, ik was weer even te snel. Hier ziet u bovenaan oefening 1 en daar vertrekken we weer uit de gekende uh, sleutelwoorden of clusters. En dat heb je weer ingeoefend, lijkt me al een paar keren dat er geld hebben. En dan zie je oefening 2 staan, de opbouw van die horizontale rijtjes, de covariate rijtjes. Dus als oefening 1 lukt, ga ik naar oefening 2. Lukt oefening 2, dan ga ik naar de volgende pagina. En daar vind ik leestukjes, eigenlijk een, een hele leespagina opgeknipt in kleinere gehelen. Het kan zijn dat sommige leerlingen ze volledig mogen lezen, andere enkel oefening 1, oefening 2, of dat je zegt van ik laat ze samen lezen, een sterke met een zwakke lezer, om op die manier weer gebruik te maken van die interactie, het elkaar sturen, die convergente differentiatie. En leuk dat, dan ga ik naar de volgende opbouw, waar u vindt oefening 1 voor iedereen. En daar staat die pijl weer, die pijl van daar straks. Die pijl betekent, a, ah, dit is een stapje verder. Dit is eigenlijk verrijkingsmateriaal. Niet alle kinderen moeten op dit moment dat stukje tekst kunnen lezen. Straks waarschijnlijk wel, nu nog niet. Dus we bouwen op in die eerste zes thema-schriftjes met de pijl. Daarnaast gaan we inzetten op individueel leesmateriaal, naar leesbevordering, ik kom daar straks op terug. En vanaf thema 7 gaat u een pagina hebben met kleurvlakken in. Het kan zijn bovenaan een kleurvlak, onderaan... Kleur betekent voor de lezers die een stapje verder staan. En de rest is basismateriaal. En daar gaan we er sowieso vanuit dat we kinderen de kans bieden om samen te lezen. Daar komt dat partnerlezen en peer tutoring heel rijk aan bod. En geloof me, dat werkt. U zal wel zien als je daar naartoe komt. We hebben er nog aan dat spelletje stond uitgeschreven hoe kinderen elkaar kunnen ondersteunen. Die stappen die zetten we samen. En we weten dat dat rendeert op die manier. Kijk, dat is een link met. Uh, het voortgezet technisch lezen, wat aanvankelijk technisch lezen, voortgezet, dat ligt kort bij elkaar. Trouwens, wat u doet in een eerste klas, wat u daar doet in zaken aanvankelijk technisch lezen, dat heeft zijn weerslag in de volgende leerjaren. Dat is zo fundamenteel belangrijk, wat u daar doet, en dat loopt door hè, in leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4. Dus die basis is ontzettend belangrijk. Wel, om die basis nog beter vast te zetten, hebben wij ervoor gezorgd dat u leesets hebt, leeset A, leeset B. En die leesets die vertrekken vanuit gekende letters, gekende clusters. En op die manier kunnen kinderen individueel vorderen. Trouwens, daar straks hadden we die les 8. En die les 8, dan breng ik het woord, de laatste letter trouwens, van Eet aan. Hè. En dat is ook de start van het eerste leesboekje. En dat is een leesboekje wat ik haal uit leeset B, de B van basis. En dat betekent concreet dat hierachter staat over welke letters het gaat. Eigenlijk zijn dat alle letters tot en met de t van eet. En op basis daarvan is dit boekje opgebouwd. En zo bouwt dat verder. Nu, wat is dan die leeszet A? Wel, leeszet A betekent, A, ik kan hier een niveautje lager of een niveau hoger gaan. Dus dit boekje... Wat het A1-boekje A1 is, hè? dit is het boekje B1, dat is het A1-boekje. Dat A1-boekje uh, zegt, ik heb één lettertje minder in de aanbieding. Dat is er niet bij, dus dat is iets makkelijker, want er zijn minder clusters in. Maar je kan op die manier ook opbouwen. Kinderen die dat vlot kunnen, naar B-boekje, ja, die mogen ook naar die A2 al gaan. Hè? Dus daar kan je op die manier mee spelen. Alles op papier... Voor mij is dit trouwens basismateriaal. Dit moet je eigenlijk in je klas hebben. Want van de oude AV1 of vanaf M3 hebt u waarschijnlijk al heel wat materialen, wat we ook daar voorzien we materialen, met de PiBox, Pbox vierkant en rechthoek wat u kan gebruiken. Maar de surplus is dat al die materialen ook nog eens online staan in onze online bibliotheek waar Dirk straks zeker ook met jullie naartoe zal gaan en waar je de aspecten hebt voor het lezen, het lezen zelf en na het lezen. Laat kinderen leestechnisch voorbereiding. Laat ze voorbereiden op woordenschat, die misschien nog te moeilijk is. Juf, juf, meester, ik ben klaar. Wel, geef kinderen de kans om te laten zien dat ze goed gelezen hebben doordat je oefeningen krijgt op begrijp, lezen en verhaalvolgorde, allemaal online te vinden. En, heel interessant, kinderen die nog wat moeite hebben, die kunnen leesondersteuning krijgen. En je kan jezelf zelfs opnemen. Dirk laat je dat straks zeter, zeker bekijken op welke manier dat we hier verder kunnen bouwen. En eigenlijk, wanneer het gaat over een tweede leespoor, dan hebt u hier sowieso al 30 boekjes onder het oude AV1. Dan starten we met die P-Box vierkant rechthoek. Dus we zetten het makkelijk aan aan 50, 70 tal boekjes die je kan inzetten. Waar kinderen in wil kunnen vorderen en waaraan gekoppeld is die fase voor en na lezen. Dus dat is heel wat materiaal wat je extra kan inzetten naast alle bingo-oefeningen natuurlijk. Focus op niveaus. A, vertrekken We vertrekken met het BAV-model. Basisherhaling-verrijkingsmodel. Dat betekent dat je beschikt over formatieve toetsen. Die formatieve toetsen zitten altijd in de handleidingen. Je ziet er mee achteraan in je handleiding. Daar vind je zo'n pakket met kopieerbladen, Daar zitten ook die toetsen bij. Trouwens, de toetsen wat hierin zitten, daar zeggen auteurs van. Naar ons aanvoelen, zijn dat voldoende toetsen. Ik heb ondertussen geleerd in Vlaanderen dat voor heel wat leerkrachten er nooit genoeg toetsen zijn. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ja, jullie misschien toetsen om de vier weken, om de maand, om de twee maanden. Dat kan heel anders zijn. Dus wat hebben we gedaan? We hebben nog extra toetsen online gezet waar u uit kan putten, de downloaden als pdf, printen, als welbestand, u kan aanpassen. U maakt wat dat betreft een eigen toetsenpakket. Sommatieve toetsen, Dirk stond straks waar die zitten, die staan ook online. Dat betekent uh, toetsen over grotere toetsgehelen. En je vindt ook een differentiatiemodule online die we straks samen bekijken. En natuurlijk mee geïntegreerd de hele zorgvisie. Ik overloop nog even met u de materialen voor alle zekerheid. Dat u zeker... Uh, Straks goed van start gaat en ook over de juiste dingen beschikt. U weet, de tien leeswerkschriften zijn er. Nu tien is facultatief. Er zijn scholen die dat doen, hoor. Er zijn scholen die echt al die tien leesschriften zonder problemen rondkrijgen. Andere scholen stoppen na negen. En nu de keuze, ook naar gelang de klas die u hebt. Spellingschrift aap 1 en 2. 2 start het tweede trimester. Hè. Dus dat is mee geïntegreerd in de methode. Elke andere taalmethode sluit hierop aan. Sowieso. Betekent dat hier drie lessenblokjes zijn van 25 minuten. Dat je een oefenblokje hebt met herhalingmateriaal en inoefenmateriaal wat we gebruiken na de toets. Minder dan 8 op 10 gaan kinderen nog eens herhalen. Meer dan 8 op 10 dan gaan kinderen mogen verder inoefenen. Je hebt de oefenboeken met leestrijtjes, ook dat gaan we straks nog even online bekijken. De letterschuif, woordenmaker, het handpopje is ook klein. Handpopje hier staat hij. Eigenlijk gemaakt op uh, op kinderhandenmaat, dus mijn hand kan hier normaal gezien niet in. Wordt heel vaak gebruikt om bijvoorbeeld uh, mee naar huis te geven. En dan mag het kind de dag erna vertellen aan de klas van wat ze samen beleefd hebben, of in een weekend mee naar huis. Of het lukt vandaag niet goed. Wel, Hupje komt even bij, of zitten ze? En Hupje zal wel zorgen dat het vandaag wel lukt. Hè. Dat is dat socio-emotionele weer. De schrijfzet, naar gelang uw karakter, dazen of een ander gebruik. Het oefenaanbod op Bingel, dat kent u. U hebt natuurlijk tien handleidingen voor de leerkrachten, de klaspoppen, vanzelfsprekend. U moet ze trouwens in de klas hebben. Uh, heeft zeker zijn waarde. U gaat daar uh, zich echt mee amuseren. Dan heb je de hele set, dat kent u met vertelplaten, wandplaten, woordkaarten, structureerkaarten. Magnetisch klank en letterbord, dat heeft te maken met die spelling, hè, het eerste trimester. De leesets, voor mij basismateriaal, echt waar. De spellingposter, vanaf het tweede, derde trimester. Dan nieuwjaarsbrieven ook heel leuk, maar daar krijgt u nog wel de nodige communicatie rond uh, wanneer de tijd rijp is. Hè. Dus dat betekent zo vanaf moment oktober november denk ik dat men rond communiceert. Beloningsstickers, ja stickertjes die kan plakken, stempels, uh, stempel van hup van aap, uh, ook als een soort van beloningsvorm, en natuurlijk de Bingelmax, waar u nu straks allemaal mee aan de slag kan. Aap, wat zeg je? Pauze? Wil jij pauze? Well, misschien wel een goed idee. Ja. Even een korte pauze. Strijk even de benen. En maak een tasje koffie. En we komen straks bij jullie terug. Tot ziens. Voor het schooljaar was ontzettend zwaar en het ziet er niet naar uit dat het komend jaar zoveel lichter zal zijn. Ik wil u één tip meegeven die ik zelf meekreeg van Eva Diriks. Als je in een vliegtuig stapt, krijg je altijd te horen als het gaat over zuurstofmaskers: zet eerst je eigen zuurstofmasker op voor leer je de kinderen helpt. Dit is een tip die ook geldt in het onderwijs: zorg ervoor dat jij blijft staan, want jouw kinderen hebben er niets aan als je uitvalt. Veel succes en bedankt voor het vele goeie werk dat je gedaan hebt en dat je gaat doen. Bye. I've been drinking, I've been dreaming But there's one thing to break my fall The sun is shining on me right now it Gives me the strength to bear it all There's a blind man who once told me never underestimate the rain if you wash your sins right off your back but also take the fun down the drain to give to Dag allemaal. Rudy, van harte bedankt voor uw fantastische uitleg die we allemaal gekregen hebben over Ik Lees met Hub en Aap. Dat het met veel begeestering was, dat heb je ook wel gemerkt, dat is ook niet moeilijk. Rudy was jaren leerkracht in het eerste leerjaar, en als je dan nog weet dat zijn vader heel nauw betrokken was bij de methode van Ik Lees met Hub en Ik Lees met Hub en Aap, ja, dan weet je waar het vandaan komt. Nu, wat is de bedoeling van deze sessie nu met Bingel? Is dat we. Geleidelijk aan door alles van Bingel gaan voor ik lees met hub en aap zodanig dat je dat zelf niet moet gaan uitzoeken. De meeste mensen zijn al vertrouwd met Bingel of hebben een account. Is dat niet zo? Dan ga je naar je Bingel verantwoordelijke en vraag je daar om een Bingel account te krijgen. Is er nog geen Bingel op school? Dan stuur je een mailtje naar Bingel@vanin.be en dan komt dat zeker in orde. Goed, laten we eraan beginnen. We kijken op ons scherm en we zien daar Bingel staan en dan zie je daar leerling. Leraar-ouder. Die ouder gaan we vandaag niet behandelen, maar wel gaan we eerst even kijken naar de leerling. Ik ga als Simon inloggen en Simon, die staat er al, als we daar kijken naar al zijn gegevens. Het enige wat hij altijd nog moet doen, is zijn wachtwoord ingeven. En Simon kent dat wachtwoord, want het staat meestal in de agenda ingeschreven. Onderaan zien we heel wat tapjes verschijnen. En ik ga beginnen met uh, de avatar. Maar dat is wel een hele leuke. Een avatar die je kan veranderen, die je kan wijzigen. Uh, je kan daar een ander. Dat mogen we niet doen. Nou, dat mogen we niet doen. Nee, want is, uh, uh, daar is uh, een, een slotje op. Daar kunnen we nog niet aan. Maar hier bijvoorbeeld een ander hoofdtexel Of we moeten daar geld voor betalen. Ping ping. In het ping ping gaan we straks wel nog eventjes verduidelijken. Er zijn ook verhaaltjes. Die vanaf oktober um, aan bod komen. Die wel heel leuk zijn om met gans de klas ook te gaan doen. Maar ze moeten daar dan oefeningen maken en dan krijgen ze ook een klasprijs. Het laatste hier zijn de spelletjes. Als je een spelletje wil spelen, dan moet je natuurlijk pingping -ping hebben. We zien dat onze lieve Simon al 306 pingping -ping heeft. En die moeten daarvoor 35 betalen om dat spel te kunnen spelen. We gaan dat nu natuurlijk niet doen, want dat zou ons te ver leiden. Laten we nog eventjes naar het startscherm gaan, want daar stond er mijn taken. Als we klikken op die taak, dat zijn taken die zijn klaargezet door de leerkracht. En je ziet ook hoe lang die taken nog kunnen gegeven worden. Eet eet, daar heb je die drie mogelijkheden. Je gaat er naartoe. En daar zie je daar de oefeningen die kunnen gemaakt worden. Voilà, daar is je de letterschuif. We gaan daar straks iets dieper op in om een keer te tonen hoe die oefening juist in elkaar zit. Als we dan verder kijken naar um, de boekenkast, dan zien we daar de boekjes verschijnen. De boekenkast is ook deze kast die Rudy daarnet heeft aangehaald. We hebben daar boekjes in zitten van de b-box, we hebben boekjes in zitten van de Leegset. Van de b-box kan je dat heel duidelijk zien met het randje er rond, daar is nu de paarse boekenkast. We kijken daar eventjes naartoe. Dat is een samenvatting van het boek. Heel interessant om een keer te polsen of dat, dat wel iets is dat we graag uh, zouden lezen. We gaan het boek eventjes openen. Daar zijn oefeningen woordenschat-oefeningen voor het lezen van het boek. Heel interessant wanneer je kinderen hebt die niet zo woordenschatsterk zijn. Bijvoorbeeld ook anderstalige leerlingen om de woordjes eigenlijk wel te begrijpen die in het boekje voorkomen. En hier hebben we dan vraagjes na de tekst. Een beetje naar het begrijpend lezen toe. We gaan even kijken bij het boekje zelf. Daar zie je geen kaart, geen trein. We scrollen door. Het boekje staat er volledig op. Dit zijn ook de boekjes die men meestal in de klas heeft. Dit kan je ook laten voorlezen op verschillende uh, tempo, snelheden. Maar zo zit het vol met boekjes die je kunt laten lezen door de kinderen zowel thuis als um, in de klas. We gaan terug naar die boekenkast. Ik heb daar net gezegd we hebben ook de leesset. Die gaan we ook eventjes open doen. Voilà. En dat is weer hetzelfde. Bijvoorbeeld um, de juiste print gaan kiezen. Dat is een hele leuke oefening en die, kind, die kinderen wel heel gemakkelijk kunnen. Nu, voor mij zal het misschien niet zo, niet zo makkelijk zijn. De muur. Nee, dat was het ook niet natuurlijk. De pot. Ja. Nee, dat was het dus ook niet. De tuil moet ik hier hebben. Ik weet het al. We hebben de tas. Voilà. En dan zijn we weer al vertrokken. Zo. We gaan terug naar onze boekenkast. Als we daar zien hoeveel boeken erin zitten, dat zijn er een heel pak. Ik heb het daar deze morgen nog een keer bekeken. Ik denk dat er hier nu voor die leerling 42 boekjes in zitten. Dus de kinderen kunnen wel heel wat gaan oefenen. Maar natuurlijk, we spreken over oefenen. Dan gaan we eventjes kijken op het eiland. Kinderen kunnen vrij gaan oefenen. Daar verschijnen alle methodes op, van rekensprong plus, reken maar, opverkenning, talent en ik lees met hup en aap. Daar zie je die oefeningen staan. We hebben het er juist gehad over de letterschuif. Wat natuurlijk ook zeer interessant is om thuis te gaan gebruiken. Dus ouders kunnen mee gaan lezen, gaan oefenen met de leerling. We openen de letterschuif en daar zien we daar een schuifje komen. We gaan eerst eventjes, want het gaat over tot het woordje eet, gaan we die lettertjes gaan oefenen. We gaan er nog wat bij zetten, dat we de lettercluster hebben. En we kunnen dit ook laten voorlezen. Wat we ook weer nog kunnen gaan doen is veranderen. En we zetten dit. En we gaan daar nog een ander bij zetten. En dan krijgen we die drie klankwoorden. Ook dit wordt weer voorgelezen. Wat zeer interessant is om met ouders ook te gaan uitleggen op een startavond. We gaan terug naar, het, naar de oefeningen. Voilà, naar de oefeningen die daar staan. Zo eventjes kijken bij eet naar de oefeningen. Dan heb je heel veel oefeningen staan. Ik ga er deze nu eventjes uitpakken. Waarom? Omdat je er ook ziet dat um, bingel adaptief is. Dat er ook een aanpassing is. Dat zal niet spectaculair zijn in het eerste leerjaar. Dit gaat iets verder naar de hogere leerjaren. Maar bij... we gaan hier proberen het woordje eet te vangen. Dus we moeten kijken welk woordje is het is Je ziet aan welk tempo het naar beneden komt. En voilà, ik heb dit goed gedaan. Ik ga naar de volgende oefening. Dan zien we het nog eentje naar beneden komen. Dat is niet goed, maar dit wel. Voilà. En zeer goed. En nu zie je dat de woordjes vlugger naar beneden komen. Dus het is wel zo dat het een klein beetje aangepast wordt. Het wordt iets moeilijker. Ja, ik zal het juist hebben. En dan het laatste woordje. Oei, dat was toch helemaal niet goed. Het kwam iets te vlug, dus ik heb het niet goed gezien. En nog een keer fout. Dan krijg je wel het juiste antwoord te zien. Goed, we hebben die oefening gemaakt en onze Simon krijgt daar weer een heleboel ping-ping bij. Voilà, ik denk dat we heel veel gezien hebben bij de leerling, maar dat we nog veel meer moeten gaan bekijken bij de leerkracht. We gaan terug naar het beginscherm waar we kunnen inloggen als leraar. Daarvoor moet je je e-mailadres ingeven en dan is er ook nog een persoonlijk wachtwoord. En we melden aan. En dan komen we hier op het startscherm van de leerkracht. Rechts zie je een heleboel um, berichtjes staan. Een belangrijk bericht natuurlijk niet zo direct voor het eerste leerjaar, maar voor de andere leerjaren wel. Hoe kan je, hoe kan je eigenlijk uh, gaan peilen om uh, de beginsituatie van de leerlingen in het begin van het schooljaar te kunnen uh, testen? We gaan dit nu wegklikken. En voilà. We gaan even kijken naar het dashboard. Daar zie je uw klas staan, 1a. Je kan van hieruit ook naar het eiland. Dus je kan de oefeningen die kinderen maken, kan je kinderen ook gaan maken. Zonder dat je daar uh, via een leerling moet inloggen, kan dat dus rechtstreeks vanuit uw leerkrachtenaccount. Naar het uh, verhaal kan je ook. Die verhalen heb ik daar juist al eventjes, heb ik nog niet verteld. Maar er zitten ook verhalen in uh, waar je de kinderen kunt laten naar luisteren en waar ze dus een gezamenlijke prijs kunnen voor krijgen. Ja, ik heb dat toch wel verteld. En dan heb je hier nog een keer de leerlingen. Dus elke leerling kan je open doen als leerkracht. Je kan daar niet zijn gegevens gaan veranderen, behalve het wachtwoord. Dus het wachtwoord kan je aanpassen. Dit gezegd zijnde gaan we terug. We gaan naar het negenveld. En dan komen we terug op ons startscherm. Eigenlijk is dat een basisprincipe hier vanuit het negenveld terugkeren naar het startscherm. We hebben hier het eiland. Dan krijgen we niet het eiland te zien, maar dan krijgen we wel de verschillende zaken te zien wat we daar kunnen doen naar de leerlingen toe. Bingeltaken klaarzetten. Ik heb daar die taak klaargezet, die heb je daarnet gezien. De Bingelresultaten. Ik kan hier kijken wat Simon allemaal gemaakt heeft, ook naar taken toe. Welke taken hij gemaakt heeft, kan je ook naar doorscrollen. scrollen. Voilà. Als we hier een keer kijken naar de oefeningen, dan zie je ook dat er oefeningen zijn gemaakt. Wat hebben we gezien? De oefening die uh, wat goed was, krijg je dus een vlugger tempo en dan maak ik in één keer een foute oefening. Feedback kan je ook geven, dat is een hele leuke. Zeker in het eerste leerjaar zou ik daar toch wel regelmatig gebruik van maken. Je kan feedback geven aan de hele klas, door zelf iets in te typen. Goed zo. Of je kan iets kiezen uit het menu. Uh, je bent fantastisch in de klas. Je kan ook een virtuele sticker gaan geven. Hoera. En je kan zelfs ping-ping gaan geven. En die feedback gaan we versturen. Hoppa. En dan zie je dus wat de kinderen allemaal gekregen hebben. Dat is nu voor Hans de klas. En je kan het ook per leerling gaan doen. We hebben dan onder de eilandinstellingen. Hier gaat het over dat je een eiland kunt gaan personaliseren. Dit ga ik overlaten wanneer je dit zelf een keer wilt uitproberen, want dat gaat al een stapje verder. Trouwens, alles wat je kan zien of wat ik hier nu vertel op Bingel. Alle zaken die hier aan bod komen, die kan je gerust vinden via de helpfunctie hier. En dus je klikt op uw initialen of op dit pijltje en dan ga je naar help. En ik moet inderdaad help gaan doen, denk ik. Ja, voilà. Ik deed het niet goed. Je geeft daarin bijvoorbeeld hoe geef ik een taak? Voilà, en dat staat er al op, en dan kan je zo verder om te gaan kijken hoe die taak wordt gegeven. Maar daaronder staat ook nog het klokje. Wanneer kinderen, na verloop van tijd, gaan de kinderen een klokje zien, een balkje, een balkje waar een tijdsband op loopt. Voor sommige kinderen is dat heel moeilijk. Ik raad meestal aan als ik een bingelsessie geef, om het klokje uit te zetten in het eerste leerjaar, maar dan nog heb je misschien kinderen die wat sterker zijn. En dan kan je weer gaan differentiëren en bijvoorbeeld die drie kinderen wel die, die differentiatie laten doen. Ik ga dat nu niet opslaan, ik ga het klokje terugzetten voor iedereen. En op het einde hebben we nog de boekenkast. Ik moest nog iets opslaan. Voilà, dat is opgeslagen. We hebben daarnet de boekenkast al gezien. Hier kun je aangeven welke boekjes de kinderen allemaal kunnen lezen. En dat doe je aan de hand van het aanpassen van het avi niveau Iedereen staat nu in het eerst en zeker in het begin zal er op het startniveau staan, niet meer of niet minder. Maar misschien zijn er al kinderen bij die al wat beter kunnen lezen. Misschien is onze Simon wel iemand die vanuit de derde kleurklas al wat woordjes kan lezen of lettertjes kan lezen. Dan zet je dat wat hoger. En dan gaat hij bijvoorbeeld naar E3. En dan zie je ook dat die boeken veranderen in de boekenkast. Dat zie je ook bij de volgende als ik daar aanklik. En zo kan je de boeken op maat van elke leerling laten lezen thuis. Ik heb het al gezegd, die boekjes zitten dus ook in de klas. Maar veel leerkrachten zeggen ook, als ik die boekjes moet meegeven vanuit de leeszet, ja, meegeven is één ding, terugkeren is iets anders. Vandaar dat je nu ook gerust kunt zeggen, ik hou de boekjes in de klas en ik laat de kinderen thuis lezen. Op de tablet, op de pc, uh, waar het ook maar mogelijk is. Ik ga terug op mijn negenveld. En we gaan even kijken naar de leermiddelen. Ik moest nog iets opslaan vanuit de boekenkast. We zitten in het eerste leerjaar en we gaan naar Ik lees met up en Aap. Wat men meestal niet doet, wat ik nu wel ga doen, is omgekeerd beginnen. Dat wil zeggen, ik start met de downloads. De downloads. Waarom doe ik dat? Omdat er heel veel leerkrachten die downloads nooit open doen. En er staan zulke leuke dingen in. De eerste, helemaal onderaan. Ik heb daarnet al gezegd, iets gezegd over de ouderpresentatie. Toon het aan de ouders wat er allemaal mogelijk is binnen Bingel. Maar je moet dat niet zelf gaan uitvinden. We hebben een PowerPoint. Dan heb je de facultatieve lessen. Rudy heeft het daarnet al gehad over Sinterklaas, maar dat niet overal Sinterklaas tegelijk wordt gevierd, maar ook soms Sint Maarten, bijvoorbeeld in Aalst, dan heb je dat natuurlijk als facultatieve les. Er zitten ook extra toetsen in. Want soms zegt men, zit er ook iets van begrijpend lezen in? Ja, ook van luisteren, spreken, stellen, woordenschat. Zulke zaken van de toetsen vind je hier dan bij de downloads. Als er foutjes zijn ingeslopen, dan kan er een kopieerblad bijvoorbeeld vervangen worden. Je ziet dat er heel weinig fouten in zitten. En dat is natuurlijk voor als je een um, papieren versie hebt van de handleiding, dan verander je beter het kopieerblad dat je hier nu ziet. Lesfiches en leerplandoelen. Van elk net vind je daar de leerplandoelen. Geo, OVSG, het katholieke net. Alles vind je daar heel mooi opgeleist onder elkaar. Volgende zijn de schrijfzets. We hebben die daarnet ook al een keer uh, beluisterd. Het liedje van karakter, onder andere, hè, van lila letters. En we hebben hier de schrijfzet. Rudy gaf het aan dat er daar ook uh, zaken te bekijken waren. Voilà, we hebben de schrijfzet er staan. Daar zien we het huisje. We kunnen dit ook hier doen. En dan zien we de schrijfblaadjes die je daarbij kunt gaan gebruiken. Dat heb je natuurlijk ook voor uh, dazen. En een leeg schrijfblad als je met een andere methode werkt. Extra klasmateriaal. Daar zitten heel veel verschillende dingen in. Ik kan nog een keer de woordkaarten open doen van karakter. Dan zie je ook de geschreven woordkaartjes daarbij. Die kan je ook gaan uh, afprinten en dan uitgangen in je klas. Vandaag de wandplaten in verkleind formaat, omdat dat soms wel een keer handig kan zijn. Zeker dat je op voorhand zegt: van, Ik wil dat toch wel een keer gaan bekijken Voordat ik ze ga uithangen. De spellingweters, het schrijflied van lila letters en het huplied zitten er ook in de kleurplaten. En heel veel leuke dingen, zoals ook het leesdiploma of een diploma naar het tweede leerjaar. Het jaarplan, waar Rudy daarnet ook. Vrij lang heeft blijven bij stilstaan. Ik, ver, ik begrijp het ook wel. We krijgen vaak vragen van mensen die zeggen, ja, we hebben daar het jaarplan gezien, maar dat jaarplan, ja, wij kunnen dat niet altijd allemaal volgen. Uh, zou dat niet mogelijk zijn dat we, dat we zijn wat rap of we zijn wat te traag? Mensen, doe het op je eigen tempo. Je kan dit aanpassen. Dit heb je ook in Word als je dat wil. Dus daar is geen enkel probleem. Dus pas dit gewoon aan en dan kom je, uh, heb je daar eigenlijk weer geen problemen mee om gewoon uw tempo te volgen naar het tempo dat nodig is voor uw kinderen en uw klas. Coronamap. Hopelijk moeten we dit, die, die dit jaar niet veel meer gebruiken. Um, maar verleden jaar hadden we daar toch wel heel wat uh, zaken bij, afstandsonderwijs voor thema 6, week 3. Voor thema 6 staan die er niet op, omdat het op dit ogenblik nog niet nodig is. Laat het ons hopelijk zo houden. Maar er staan nog andere dingen bij. Hè. Als je zegt, van ik ga dan toch weer met afstandsonderwijs, hoe kunnen we dat in de praktijk gaan omzetten? Daar zijn veel voorbeelden, veel teksten hier te lezen. En de methodewijzer, dat is meestal het boekje of het bundeltje dat je gekregen hebt wanneer er uitleg is geweest um, door de educatief adviseur wanneer de methode van Hup en Aap is voorgesteld. Goed, ik wil nog eventjes een landsbreken voor de downloads, om daar toch wel eens naar te kijken en te gaan snuisteren wat je er allemaal kan mee gaan doen. We gaan kijken naar de differentiatiemodule. Differentiatiemodule, hier eerst en vooral na het toetsen. Waarom is dat zo belangrijk? Je hebt een toets gegeven en dan wil je remedieringsblaadjes gaan halen. Wat doe je dan meestal? Dan ga je ergens een map gaan halen, ga je die blaadjes er gaan uithalen. Kopieer dus de 7 van blaadje 1, 9 van blaadje 2 enzovoort. Wij hebben daar een oplossing voor. Dat is niet alleen bij je Klee's met Hup en Aap, maar dat is ook bij alle andere methodes van uitgeverij van IN. Dan heb je daar een differentiatiemodule waar de toetsen staan. En die toetsen die kan je gaan afdrukken. Die staan ook in PDF of in Word. Als je zegt van ik vind daar toch wel dat er in een toets ietske meer, ietske minder mag staan, kan je die ook gaan aanpassen. We gaan die eventjes open doen. Dan zien we die toets daar staan. Voilà. En wat is er leuk aan? Dat je natuurlijk ook de naam klas. En klassennummer hebt. Dat staat onmiddellijk erbij. Dus je hebt op maat van elke leerling, heb je die toets. Er moeten ook resultaten worden ingevuld. Dit gaan we dan ook doen. Voilà. ik heb er hier al ingevuld voor Simon en uh, zijn vriendinnetje. Maar de derde leerling was maar voor de helft aanwezig, dus ik heb niet alles ingevuld. Dat is ook niet erg. Als je maar de helft invult, krijg je ook maar voor de helft remedieringsvoorstellen en verrijkingsvoorstellen. Bij Simon zien we dan deze oefeningen. Bij die leerling zie je er dan natuurlijk wat minder omdat er ook minder zijn aangegeven. Als je dan zegt van we gaan dit eventjes die selectie een keer afdrukken, voilà, dan heb je de oefeningen die daar klaarstaan om afgeprint te worden. En dan heb je het weer op maat van de leerling. Krijg je remedieringsoefeningen en verrijkingsoefeningen. Zeg je van, ik wil het iets gemakkelijker maken, ik ga dat eventjes wissen, voilà. dan zet ik dat klaar op bingel. Dat is taak naar toets thema 7, van, ik ga het niet vandaag laten beginnen, maar ik ga het morgen laten beginnen, voilà. zet klaar op bingel, en onze Simon ziet de nieuwe taak verschijnen in zijn takenbalk. Goed, we hebben nog een differentiatiemodule. Niet na een toets... Maar ook wel heel interessant. Namelijk, ik ga die in een toets, of ik ga niet in een toets, dat was daarnet, ik ga oefeningen zoeken van thema 3. En we zitten bijvoorbeeld nu op dit ogenblik in thema 5. Maar thema 3, daar zitten toch wel een aantal kinderen die daar nog wat problemen mee hebben, die nog problemen hebben met deze woordjes hier. Goed, ik ga die aanduiden en ik ga die, die selectie terug afdrukken. Net hetzelfde zoals we daarnet gedaan hebben. Of die heeft eigenlijk ook wel nog wat oefeningen op Bingel nodig. Ik zet dat klaar op Bingel. Dat is natuurlijk niet voor Hans mijn klas. Ik ga dat maar doen voor een paar leerlingen. Onze Simoniet heeft al oefeningen genoeg. Ik ga aan andere leerlingen wat oefeningen geven. En dat is gewoon thema 3 herhaling. Voilà, ik zet dat erbij. Ik weet wat het wil zeggen. Zet klaar op Bingel en daar zijn we vertrokken. Ze hebben dus weer op maat, niet alle leerlingen, maar de leerlingen die het nodig hebben, krijgen oefeningen van zaken die ze nog niet heel goed vastgezet hebben. Dus je kan zelfs al aan thema 9 bezig zitten als je dan in ene keer zegt van, uh, er zijn nog kinderen die daar nog of daar nog problemen mee hebben. Ik was op een school waar er ook vrij vaak anderstalige leerlingen binnenkwamen, kan je gerust oefeningen uit thema 1 of 2, thema 2 voor die kinderen gaan klaarzetten, omdat die eigenlijk vanaf het begin nog moeten starten. Goed, we komen bij de handleiding. Heb je de startka startkatern? Uh, daar staat alles in wat te maken heeft met uh, hoe je werkt met die methode, wat de filosofie, de principes zijn van die methode. Ik zou dit wel aanraden om dit eventjes door te nemen. Dit zit ook in uw, uh, uw papieren versie. Uh, dan zie je ook wel een aantal zaken die aan bod komen waar je soms vragen kunt bij hebben. Als ik dan de handleiding open doe, dan zien we daar verschijnen, zoals je ze ook op papier misschien hebt, met alle zaken die Rudy daarnet al heel lang en heel veel heeft aangehaald. Ik ga ze niet allemaal overlopen, want het was daar heel duidelijk aangegeven. Het bordboek. Je ziet dat er heel veel in het bordboek zit. Um, Houd u vast, dit is een heel leuk bordboek. Dat er daar zoveel mogelijkheden in zitten dat je er ook veel deugd zult aan beleven. Er zijn al waarschijnlijk mensen die al met een bordboek werken voor een andere methode bij uitgeverij van in bijvoorbeeld Rekenmaar of Opverkenning of Rekensprong Plus. Die kennen dat er al dan al. Maar hier zie je dus het begin van thema 1 vanuit het bordboek. Wat kan ik nu gaan doen? Ik kan per bladzijde doorgaan. Ja, dan blijf ik wel bezig als ik in het begin zit bij thema 1. Dan is dat niet zo moeilijk, dan ben ik er heel vlug. Maar moet ik aan bladzijde 27 geraken, dan wordt dat wat moeilijker. Dus ik ga hierop klikken en zoeken, bijvoorbeeld bij thema 3, les 7. En dan zien we daar terug eet, want het ging vandaag over eet. Ik hoop dat je vanmiddag lekker gegeten hebt. Um, en hier gaan we naar één bladzijde. Hè? Als je hier nog een keer op klikt, dan wordt het wat groter. Als je nog een keer op klikt, zie je terug die twee bladzijden staan. Nog een keer op klikt, zie je daar één bladzijde. De meeste leerkrachten gaan dat op één bladzijde zetten en het ook vergroten. Maar vergroten kan je ook via dit icoontje hier groter maken of op het minnetje wat kleiner maken. Ik wil er iets bij gaan zetten. Ik wil er iets bij gaan schrijven. Dan zie je hier dat het zwart zal zijn, dat het die dikte gaat zijn. En ik zet er iets bij. Ik wil iets onderlijnen. Voilà. Of ik wil iets fluo gaan doen. Het is hier eet. En ik ga dat een beetje fluo gaan ingeven. Voilà. En die drie appeltjes vind je ook eet. Goed, dit kan je weer gaan wegdoen. Daar heb je verschillende mogelijkheden voor. Je hebt daar een gommetje. Maar gommetje, dat gommetje moet je wel altijd volledig gaan doen. Want kijk, dan heb je alleen maar dit. Sommigen vinden dat heel leuk om dat zo te blijven doen. Je kan ook zeggen: van ik ga uh, met het streepje doen. Als ik er nu door ga, dan verdwijnt het volledig. Voilà. Maar het makkelijkste is natuurlijk als je hierop klikt en dan is alles in één keer weg. Als je hier per toeval zou op klikken, dan zie je dat je je bordboek gaat resetten. Dus alles wat je van zaken hebt aangeduid in Fluo of hebt geschreven, gaat allemaal verdwijnen. Dat zou ik dus niet doen. Want soms heb je iets opgeschreven dat je zegt volgend jaar wil ik dat ook wel gebruiken, maar volgend jaar kan je dat ook weer hergebruiken. Ja, dat gaan we nu niet doen. En dan hebben we alle functionaliteiten. Nee, we hebben ze nog niet allemaal gehad. Dit hier. Kan je zeggen van, ik ga hierop klikken en ik wil alleen maar bij deze oefening het antwoord zien. De correctiesleutel. Of ik wil de correctiesleutel zien. Van alles, dan heb je bij de drie oefeningen de correctiesleutel. Als je dan zegt ik wil die correctiesleutel weer weg, dan is die ook weer verdwenen. Goed. Je ziet hier dat rad. Dat kan je altijd overal plaatsen waar je wil. Zeg je ik heb dat liever hier, dan kan dat ook. Is het nog te groot? Je dubbel klikt en dan gaat dicht. Je dubbel klikt en je gaat open, of je klikt hier op dat plusje, of dat minnetje bedoel ik, want ik moet verkleinen. En dan terug op het plusje en dan vergroten terug. Hier zien we dus de, alle mogelijkheden die daar voorhanden zijn um, hier in dat bordboek. Ik ga nog een keer terugkeren, want we hebben een heel tof balkje hier aan de zijkant. Want dit staat open ofwel rechts ofwel links, want daar kan je nog weer zaken mee gaan veranderen. Of mee gaan spelen. Als je hierop klikt, dan is dat de instellingen. Juist hebben we gezien dat er een bepaalde dikte was, dat er een bepaalde kleur was. Je kan dit hier gaan aanpassen. Als je voor iets zegt, ik wil daar rood in plaats van zwart, of ik wil het iets gedikker. We sluiten dit. Als we het hele scherm willen, dan gaan we daar naartoe. Dan zien we het volledige scherm, hebben we dus niet meer het balkje bovenaan. Dan kan je weer weg gaan doen en dan zie je de balkjes weer verschijnen. Sommige mensen willen een uh, datum. We gaan die datum erop zetten. Voilà. We zijn vandaag vrijdag de 21 augustus. Als we hierop klikken, daar zien we het themaverhaal. Het themaverhaal uh, dat je kunt laten voorlezen. Rudy heeft het daarnet al getoond. Dus hier zijn, zitten al uw media in. Maar niet alleen het themaverhaal. Ook het liedje, het hupliedje vindt je hier. Of de afbeeldingen. Uh, met, uh, de voorflap ofwel de buitenflap dus, ofwel de leestafels die je hier kan gaan gebruiken. We doen dat terug dicht. Daar zitten nog een paar dingen in. die In het begin niet veel gebruikt worden, ook de bordlessen welke daarin staan, maar ook de zaken die je er zelf hebt toegevoegd bij die bordlessen. We hebben hier een wit blad en daar kun je zelf nog iets op gaan schrijven. Zoals je daar um, zelf notities wilt gaan maken of iets bij gaan doen, dat blijft dan ook bewaard. Je kan het ook doen met een kadertje, een kadertje. Dus je hebt hier een kadertje, je begint hier iets bij te schrijven. Dat kan je ook weer gaan doen. Leuke, je wil maar bepaalde dingen maar tonen bij uw blad. je blad. Dan heb je dat kadertje om eventjes rond te gaan. En omgekeerd ik kan nog een keer terug naar mijn les van derjuist. Dat het wel leuker is dat je ginder zoiets ziet. Dan zie je nog een keer wat ik telkens doe. Dus hier op één bladzijde gaan zetten. En we hebben daar dit venstertje. En met dit venstertje kan ik zeggen: we gaan niet naar dit kijken, maar wel naar dat. Of we kijken alleen maar naar het bovenste. En dan gaan we dit een beetje groter maken. Ja. En we hebben hier dat dit afgedekt is. Kan je ook zo een kadertje gaan doen dat het nog wat een bij, eentje bij komt. Zo kan je eigenlijk gaan spelen met alles waar je hiermee bezig bent. Nog een paar leuke. De lat. We gaan de lat ietsje lager leggen. En, voila. en we gaan schrijven. Dus ik neem het pennetje. Ik wil hier een lijntje tekenen, dus ik kan dit perfect gaan doen. Ik ben niet zo uh, vast met mijn hand, dat geeft niet. Dit blijft een perfect lijntje. Ik ga een beetje verder. Ik kan ook met die lat beginnen draaien zodanig dat ik andere lijntjes nog kan gaan trekken. De lat gaan we wegsteken. Hier hebben we dan, maar het blijft even draaien, goed, gaan we iets heel leuks doen. We gaan namelijk flitskaarten maken. En we gaan dat doen van ik aan uh, L-Eet. Dan ga ik de flitskaarten van maken en ik ga die lettertjes erin steken. Uh, lettertjes zitten erin. Ik kijk hoe lang het duurt tussen twee flitswoorden. Anderhalve seconde, ja dat is goed. En ik laat de flits, het flitswoordje wel staan. nu drie seconden. Ik ga het ook door elkaar doen, dus niet in volgorde. Ik ga dat toevoegen en opslaan. En dan heb ik het. Voilà. Dit kan je niet alleen gebruiken voor de lettertjes, maar dat kan je ook gaan doen voor je tafels. Natuurlijk in het eerste zijn er nog geen tafels, maar om je cijfertjes te gaan brengen of andere zaken. Dus heel tof om daarmee aan de slag te gaan. Wat zit er nog achter? De woordenmaker. Rudy heeft veel gesproken over de woordenmaker, heeft het ook laten zien. Hij kon je alleen maar zijn handen zien. heb je dus ook in het bordboek. kan je dus heel duidelijk tonen aan de kinderen. We gaan hier oefenen op de medeklinkers. Dus we gaan die lettertjes allemaal een keer inoefenen. Dan kan je ook zeggen, ik ga nu eens, in, ik ga nu eens oefenen op de klinkers die we al geleerd hebben. Voilà, dit zijn de klinkertjes die we geleerd hebben. Dan kan je hier ook dit gaan bijdoen. Dan hebben we de twee We gaan nog een stapje verder en we hebben hier de twee klankclusters die er al in staan: ik an l eet. Wat gaan we natuurlijk ook doen? We gaan er drie klankwoorden van maken. En we zijn zo vertrokken. Keer om wil zeggen dat is niet voor in het begin, maar later op het jaar met moeilijker oefeningen daarbij. Wat zit er nog in? Dat is de machine van Aap. Dan kan je zelf de lettertjes in gaan steken. Voilà, niet bij de klinkers natuurlijk. Dat zou ze natuurlijk te verleiden als we ze er allemaal zouden insteken. Dus ik ga ze van de eerste keer up en die machine is gevuld. Maar natuurlijk in het begin van het schooljaar heb je niet al die lettertjes nodig. En dan kan je ook gaan zeggen: ik ga niet alles selecteren, maar ik ga een paar letters selecteren. En dan opslaan. Nu ga ik ze wel allemaal laten staan. Wat hier nog aan bod komt, dat hebben we allemaal gehad. Dit is meer een mindmap die er dan kan gemaakt worden. Wat eigenlijk niet of zelden wordt gebruikt in het eerste leerjaar. Wat zien we hier nog? Een televisietje. Dat televisietje is eigenlijk om een bordles te activeren. Maar. Dit. Ik weet hoe het komt. Voilà. Zo, mijn pijltje stond nog. Uh, mijn, uh... Oep, er ging iets fout. Dat weet ik niet. Maar daar komen bordlessen op, bordlessen die uh, een hulp zijn voor de leerkracht wanneer je je les aan het geven bent. Ja. Goed, we hebben het bordboek volledig doorbladerd, je ziet dat dit gaat van. Thema 1 tot thema 10. Maar we zitten ook nog met het spellingschrift. Het spellingschrift dat we eventjes gaan openen. Hetzelfde, ik ga terug naar mijn uh, les 10. Ja, en we gaan terug op één bladzijde zetten. Dan gaan we hier kijken, we moeten naar de... En we moeten hier weer iets aanduiden, we klikken weer aan en zo verder. Dus het spellingschrift werkt ook op die manier. Dan zitten we nog met um, spellingschrift 2, oefenblokspelling. Dan heeft er jullie ook van aangegeven dat het wel een heel handig instrument is, omdat je naar spelling toe extra oefenkansen biedt, maar niet alleen die extra oefenkansen die je daarbij hebt, maar ook... Um, het is weer motorisch en ook nog een keer gaan luisteren welke woordjes er zijn. Dat is natuurlijk niet voor in het begin van het schooljaar, we gaan terug op één bladzijde gaan zetten, maar dat is een oefenblok met scheurblaadjes die je kunt in de klas gaan geven of die je evengoed ook kunt uh, meegeven als een soort huiswerk. Over dat huiswerkbeleid heeft Rudy het ook al gehad. De schrijfzetskarakter, karakter, dazen nu, dazen en de lege, ook daar hebben we terug... De mogelijkheid. Ik ga terug naar wat we allemaal kunnen gaan bekijken. Ik heb hier deze bladzijde nodig. Ik ga terug op één blad gaan zetten. Altijd hetzelfde. Heel eenvoudig. Ik heb hier het woordje L. We gaan de E schrijven de L, in het schrijfhuisje. En we zijn weer vertrokken. De leesrijtjes. De leesrijtjes die erin staan. Voilà. Dit rad staat in de weg, ik heb dit niet nodig. Maar wat natuurlijk zeer interessant is, dat je dat kunt tonen aan de leerlingen. Want als leerlingen die boekjes hebben, die leesrijtjes boeken, die uh, kunnen niet altijd meevolgen wat je aan het vertellen bent, die vinden de woordjes ook niet altijd. Als je dit kunt tonen vanuit je bordboek, is dat heel handig en dan kunnen de kinderen ook heel goed kijken. Dit is nu gemakkelijk, omdat we nog met lage cijfertjes zitten van bladzijden, maar laten we zeggen dat we een stukje verder zitten... Dan gaan we daar in bladzijde 57 ga je niet moeten zeggen aan de kinderen van het eerste leerjaar. En dan de toetsen en differentiatie. Weer datzelfde. Dat zijn die toetsen die we daarnet ook gezien hebben um, bij de downloads. Dus we hebben hier een toets woordenschat bijvoorbeeld. Weer wegklikken en op één bladzijde zetten. We hebben de toets luisteren en spreken. Schriftelijk en de toets woordenschat. Een memory-spel moet niet met aan te klikken, maar wel met aan te duiden. Voilà. Dan gaan we terug naar wat we hier allemaal gezien hebben. Ik denk dat we rond zijn, dat we alles uh, aangebracht hebben wat er in het uh, bordboek zit, wat er in de handleiding zit en wat er in de download zit. Ik stel voor dat we overschakelen naar de meest gestelde vragen. Ondertussen is Rudy al bezig met de meest gestelde vragen op te lijsten. We gaan er vlug eventjes door en dan komen we binnen enkele tellen terug bij jullie om deze vragen te beantwoorden. Hier zijn we terug. Nu, ik wil u toch eerst allemaal een complimentje geven, want uh, wij zijn ondertussen, als ik dat goed bekijk, een uur en drie kwart al bij jullie. Uh, dat betekent dat een uur en drie kwart uh, wij jullie proberen te ondertenen en onder te dompelen in uh, Ik lees met Hup en Aap. Inhoudelijk zijn we een stuk bezig geweest, uh, onze opie Den Dirk, hè. u kent hem ondertussen natuurlijk, Hij heeft Bingel uh, voor zijn rekening genomen. Er zijn al heel wat vragen binnengekomen. Nu, die vragen zijn ook binnengekomen per mail. En ook bij het inschrijven zelf kon u een aantal vragen uh, noteren. We hebben een aantal, uit die, een aantal van die vragen geselecteerd, die we nu samen met u gaan bespreken. In de chat zelf zitten een aantal collega's van ons die ook mee vragen beantwoorden. De belangrijkste zullen we ook hier proberen nog op tafel te brengen. Uh, moest het zijn dat we straks niet in slagen om alle vragen te beantwoorden en er staat nog een vraag open van u, dan beloven we u dat u sowieso schriftelijk een antwoord krijgt op uw eigen mailadres. Dirk, uh, jij zit er ondertussen ook bij. Uh, heb jij al een eerste vraag voor mij? Ja, um, een hele toffe. Worden, ja, worden de letters ook individueel ingeoefend of zijn, het enkel, zijn enkel de clusters belangrijk? Ja, uh, dat is natuurlijk een, een hele goede vraag. Um op zich is het simpel. Hè? Als je een sleutelwoord aanbrengt, bijvoorbeeld aap, dan ga je die letters decoderen. De a en de p moet je automatiseren, moet je vastzetten. Dus je vertrekt altijd vanuit de letter. De letter moet gekend zijn. En met die letters ga ik nieuwe clusters bouwen. Als ik meer sleutelwoorden heb, meer letters, kan ik dus verschillende combinaties maken. Met de a en de n kan ik aanmaken. Dus die cluster aan wordt straks belangrijk om te gaan naar bijvoorbeeld het woordje gaan. Dus in een opbouw. Van een directe systeemmethode vertrekt u altijd vanuit voornemen grafemen kennen, je letters, cluster opbouwen, je clusterslot kennen. En eigenlijk een tip wat ik nog meegeef is als je naar de letterschuif kijkt, daar staan alle belangrijke clusters op. Dus als je die cluster straks kent als kind, dan ben je eigenlijk vertrokken. Dirk, ga eens kijken of ik voor jou een vraag heb. Trouwens, tussendoor, Dirk. In welk leer heb jij vroeger les gegeven? Vooral in het vijfde en het zesde leerjaar. Ja. En daarna... Een beetje directeur gespeeld ja. op een basisschool. Nu, dat laatste is voor mij niet zo belangrijk, maar ik vraag het even, dames en heren, omdat uh, ik vind het toch belangrijk om even te vertellen. Uh, de knapste leerkrachten, Dirk, die staan altijd in een eerste leerjaar. Ja. ja, dat is goed. Ja. En, ja. en trouwens, Dirk, knap, daarmee bedoel ik intellectueel en fysiek. Hè? Ja, ja maar, het is uh, maar het is maar even tussendoor ja, dat, ja, je weet, ja, ja. dat je het weet. Ik ga je ja. zelfs nog iets meer zeggen. Ik heb eigenlijk in alle klassen gegeven, ah, ja, okay. behalve. In het eerste leerjaar. Dat zegt genoeg. En een vraag voor jou, Dirk. Ja. Um, en dat is ook wel een terechte, denk ik. Uh, Bingelraket, daar hebben we niet over verteld. Um, ja. Wat is dat eigenlijk? Ja, uh, Bingelraket, sommige mensen kennen Bingelraket. Uh, dat is eigenlijk, ik hebben de raket al ook al naar omhoog zien gaan uh, tussen de verschillende delen door. Je kan dus een app gaan downloaden op je tablet. En je gaat gewoon naar www.bingelraket.be en je hebt daar... U uh, gewoon op te zetten. Nee, dat is, dat is niet zo heel moeilijk. Eerlijk keer dat er dat op staat, dan neem je een schriftje. Neem dat schriftje en gaat dit open gaan doen. En gaat er boven gaan. Je maakt daar een foto van. En dan krijg je oefeningen. Niet de oefeningen uit dit schrift. Wel gelijkaardige oefeningen die kinderen kunnen gaan maken. Dit kan dus zowel in de klas als thuis. En dus als je tablets hebt in de klas, is er natuurlijk een meerwaarde. Je moet ervoor geen twintig tablets hebben. Als je er al twee hebt, is er al ruim voldoende. Maar als je daar ook aan de ouders zegt bij de ouderpresentatie, kijk, je hebt daar een app, dan is dat wel een, een ja, wat de ouders toch wel sterk appreciëren. Omdat ze nu oefenkansen krijgen. Op binnen gaan en dan nog een keer... Daarmee gaan is soms wat moeilijker dan dat je met een tablet gaat werken. Ja. Dus zeker aan te raden voor thuis. Ook de meeste ja. bingel-oefeningen op de Bingraket worden ook thuis gemaakt. Ja. Jij nog een vraag direct? Uh, ik ga even kijken. Um, wanneer starten we best met de leesboekjes? Hoe pak je dit aan om daarmee te starten? Ja. Uh, dus straks, als u zich nog herinnert, heb ik tijdens de sessie vertelt dat het eerste leesboekje eigenlijk gekoppeld is aan het sleutelwoord eet. Dat betekent dat die eerste letters ontzetteld zijn en daar al een eerste leesboekje rond gemaakt is. Ik persoonlijk ben er erg voor om kinderen individueel te laten vorderen. Wat betekent dat? Dat betekent dat kinderen naar gelang de instroom soms al wat meer kunnen lezen of wat minder. En dat op basis van een grafeme grafémetoet je heel goed kan vaststellen waar die kinderen staan. En laat die kinderen gewoon vorderen door ze gewoon een boekje te geven. In dat boekje steek je een leeskaartje met een naam op en je schrijft telkens de titel van het boekje dat het kind mee naar huis krijgt. Koppel dat ook aan Bingel. Dat maakt het makkelijk, want je kan daar gebruik maken van voor dat lezen. Leestechnisch laten oefenen woordenschat. Het lezen zelf. En na lezen: mannen, ik heb gelezen, wel oké. Okay. Uh, begrijpen lezen, verhaal volgorde. Laat kinderen die oefeningen dan ook maken. Voor jou is dat een soort van controle. En kinderen krijgen op die manier de kans om te vliegen, zo hoog als ze maar willen. En dat is de bedoeling van leesonderwijs. Hè? Kinderen alle kansen geven. Ik denk dat het ook belangrijk is om nog een keer reclame te maken voor de b-box. Ja. En de leeszet, omdat dat ja, echt wel dat dat heel tof materiaal is om ja. niet alleen in de klas, maar ook thuis te laten ja. lezen. Ja, leeszet zeker omdat dat gaat over ontsluiting letters. b ja. sluit daar perfect bij aan. Ja. En kan je kinderen zelfs laten evolueren tot een niveau 2-der leren, 3 leren, gelang dat die kinderen dat natuurlijk aan kunnen. Jullie hebben nog een makkelijke vraag? Nog een makkelijke <laughs> vraag voor jou? Oké, okay, ik zal eens kijken naar een makkelijke vraag. <laughs> um, uh, zijn er bingelopleidingen? Zie ja. Hier passeren. ja, er zijn bengelopleidingen in die zin, je kan dus bij de helpfunctie, dat heb ik daar getoond, als we het hier zien, en je gaat naar help, ga je zo verder, heb ik daar net al aangetoond. Maar je hebt ook de mogelijkheid om iemand van ons bij jullie op school te krijgen. En ik denk dat dat echt iets is op maat van uw school. Dus aarzel niet om ons te vragen om een bingelopleiding te komen geven. En we weten ook dat er daar moet gedifferentieerd worden. Er zijn leerkrachten die bij manier van spreken alle dagen bingelen en er zijn leerkrachten die niet zo heel veel bingelen. Iedereen heeft zijn eigen sterktes. Maar als die mensen die minder bingelen dat dan zien, dan zeggen ze meestal van ik wil dat ook wel kunnen. Maar ja, ik kan dat niet altijd maar gaan vragen aan mijn collega. Dan komen wij heel graag naar de school en dan geven wij jullie gratis een bingelopleiding. Mooi. Ik zie hier zelf nog een vraag binnenkomen, Dirk. Uh, ja. Waar staat: uh, een leerkracht vraagt: wat geef je mee naar huis uh, om te oefenen? Een vraag die blijkbaar al een aantal keren is teruggekomen. Nu, eigenlijk is dat een stukje persoonlijk. Hè? Um, om te starten: het zijn niet wij die het huiswerkbeleid bepalen van jullie school. Dat doe je als schoolteam om daarmee te starten. Maar. Um, als ik kijk terugblik naar de tijd dat ik in de eerste klas stond, zou ik zeggen sowieso dat leeswerkschrift. En daar ook een durven aanduiden wat kinderen al moeten kennen. Aangaande letters, clusters, dat is een heel belangrijke. Um, als je dan zegt van god, uh, ouders moeten ook ondersteund worden, zet dan bingel in. Denk aan het gebruik van de letterschuif online, met die auditieve controle. Hè. Een kind kan echt lezen a -n oortje. An. Op die manier gaan ouders ook horen, fonetisch, de klankwaarden van de A en de E, de F, enzovoort. Dus op die manier ondersteun je dat. Ik weet dat er ook leerkrachten zijn die in die beginfase een letterdoosje mee naar huis geven, met de gekende letters en met de sleutelwoorden. Ook dat mag kan voor mij perfect. Maar durf daar ook letters laten uit verdwijnen, ook sleutelwoorden. Waarmee ik bedoel, focus op datgene wat die kinderen nog niet kennen. En wat ze kennen, ja, dat kennen ze. En daar kunnen ze verder mee evolueren, kunnen ze verder stapjes mee zetten. Judy, een vraagje die ik vaak krijg als ik ook Lees met Hub en Aap ga voorstellen. En die toch wel wat dingen kan ophelderen: welke schriftmethode gebruik je best in combinatie met Lees met Hub en Aap? Ja. Uh, ik heb daar aansluitend ook nog een vraag gezien van een leerkracht uh, die zegt van ik werk nog met een andere schriftmethode. Wat doe ik dan in het tweede en derde trimester? Dus ik zal die twee vragen even samen nemen. Ja. Dat is misschien handig. Uh, binnen... Uh, ik lees met Hub en Aap en binnen onze uitgeverij, zo moet ik het eigenlijk zeggen, hè, hebben wij twee methodes schrift die hier perfect bij aansluiten. Dat is Daze.nu. Daze.nu is de voorgaande oude Daze en de meeste van jullie, denk ik, hè, hebben nog leren schrijven met Daze. Heel wat leerkrachten hebben daarmee leren schrijven. Daze.nu is daar een opgrif, opfrissing van. Maar het blijft en is een schoon schriftmethode. Daarnaast heb je karakter en karakter is een meer functionele methode, betekent met zo weinig mogelijk penophalingen in één keer kunnen schrijven, dus meer functioneel. Persoonlijk, mijn voorkeur gaat uit naar karakter in combinatie met uh, ik lees met hup en aap. Die schrijfzetten zijn ook voorzien, zowel voor karakter als voor ik lees met hup, uh, als voor nu. Sorry. Als u nu zegt van ik zit hier nog met een andere schriftmethode en ik zoek echt nog om te veranderen. Wel, vergelijk die twee met elkaar maar persoonlijk denk ik dat je het best af bent met karakter omwille van het kortst bij dat leerplan staan dat is echt functioneel hè? dus dat is daar uh, zeker een troef dan wanneer het gaat over het tweede en derde trimester wat moeten we dan hè? wat het klopt in het eerste trimester gebruik je de schrijfzet nu of karakter bij ik lees met up en aap Vanaf het tweede trimester heb je de boekjes die horen bij karakter, of bij DAZE Nu of bij uw andere schriftmethode. Ook hier een tip. Ik zou in die beginfase, dat is tegen alle commercie in, sommigen gaan dat niet zo graag horen, maar ik doe het toch. Ik zou in die beginfase enkel schriftje aankopen. Omdat ik denk dat dat voldoende is. Waarom? Als je de combinatie maakt met spelling, dus het spellingschrift Hub en Aap 2, en dat oefenblokje spelling, heb je heel veel schrijfkansen, maar schrijfkansen die dan ook nog eens functioneel zijn. En op zich is dat nog altijd beter dan enkel maar aan zo'n schrift te moeten doen. Nog een makkelijke. Nog een makkelijke. Nog een makkelijke. Oké, okay, we gaan nog eens duiken in de vragenlijst. Uh, ah ja. Vanaf wanneer gebruik je Bingel het eerste leerjaar? En uh, hoe ja. zet je dat? Dat is ja. er gemakkelijk in. Hè? Dat is een hele... en hoe zet je dat dan in de klas? Ja. Um, nee, dat is eigenlijk niet zo gemakkelijk. In die zin, er zijn veel leerkrachten van het eerste leerjaar die schrik hebben om de kinderen te laten werken op, uh, op Bingel. Maar ik denk als je start vanuit het bordboek en vanuit uw uh, digitaal bord en je laat daar de dingen een keer oefenen. Je toont het op het digitaal bord. De kinderen komen daarvoor, voren, die beginnen daar oefeningen op te maken. En dan heb je. Eventueel tablets in de klas. Heb je geen? Dat is ook niet erg. Dan laat je misschien thuis maar wat werken. Dat is hetzelfde met die Racket app Maar kinderen zijn al van jongs af aan gewoon om te swipen en op die tablet bezig te zijn. En we zullen het altijd blijven. Moeten horen. En dat is ook logisch. Er zullen altijd kinderen zijn die niet die mogelijkheden gaan hebben. Wat ga je dan doen? Vroeger had ik ook die mogelijkheden niet in mijn klas om met het digitale te gaan werken. Wat ga je dan wel doen? Gaat je kinderen dan een keer in de klas tijdens de speeltijd, of als ze een keer vroeger klaar zijn, een keer een tablet geven en zijn. Jullie mogen nu een keer daarop werken. Maar dat is een begin. En die een bingel is echt wel een meerwaarde. Niet alleen om de kinderen apart te laten opwerken, maar ik denk dat het nog een grotere meerwaarde is als je het ook. Toont aan de ouders hoe ze met die letterschuif aan de slag kunnen. Het wordt ook voorgelezen bij die letterschuif. Ze kunnen dat allemaal gewoon meevolgen. Ze moeten daarvoor geen expert zijn uh, in, in de leesmethode, maar ze kunnen daar gewoon mee aan de slag. Ja. En Driek, vanuit de handleiding begeleiden we ook. Ja. He, dus al in de eerste week gaan we met de kinderen naar Bingel. En eigenlijk naar jou als leerkracht toe. Jij kan Bingel perfect gebruiken op je digitaal bord. Op die manier de kinderen. Laten kennismaken met. En diezelfde oefeningen kunnen zij dan ook thuis nog extra inoefenen. Dus 1 plus 1 is 3 op die manier. En inderdaad, zoals Dirk zei, dat mee oppakken in de oudercontactavond. Ouders daar ook een stukje in ondersteunen. Lijkt wij jullie ondersteunen. Is dat de taak van jullie om daar ouders ook een stukje in te ondersteunen. Uh, ik heb hier nog uh, twee vragen liggen, Dirk. Ik denk, uh, als we die twee vragen behandeld hebben. Dat de mensen blij zijn dat ze misschien aan een langere pauze toe zijn, niet ja. waar. Uh, Ik ga er zelf eentje uitpikken en dan mag jij er nog eentje uitkiezen. Ik zie hier nog. Uh, Eens even kijken, welke had ik hier? Ik heb een hele goeie. Ja, oké, okay, dan mag ja. jij hem stellen. Um, ik ben daarnet ingelogd als Simon. En Simon was een hele knappe leerling die eigenlijk al van in de derde kleuterklas, ze hebben hem daar niet in geforceerd, maar het is een beetje vanuit zijn natuur. Die kan al wat lezen, kan al wat lettertjes, kan zelfs al wat woordjes lezen. Ja. Wat doe je dus, daarmee? Dus hoe, hoe omgaan met. Individuele verschillen bij leerlingen in het begin van het eerste leerjaar. Daar gaat het om. Dat is een vraag die inderdaad vaak terugkomt en een terechte vraag. Als we starten in een eerste leerjaar, en we mogen niet vergeten, beste mensen, als je start in een eerste leerjaar, dan zit je al met een leeftijdsverschil bij die kinderen tot 11, 12 maanden. De schoolgrijpheid is voor de een nog wat verder af dan voor de ander. Dus ook daar moeten we rekening mee houden. Maar het klopt ook dat je hoe langer je meer kinderen binnenkrijgt, misschien een dubbelaar, of een kind wat heeft leren lezen uh, via broer of zus of papa of mama, wel die kinderen die kunnen al een stukje lezen. Wat doe je daarmee? Wel bij van in kiezen wij altijd voor convergente differentiatie. Dat is iets anders dan divergente differentiatie. Divergent zegt men oké, okay, we zetten die kinderen in een bepaald spoor en we laten die kinderen vertrekken. Daar geloven wij niet in. Wij geloven in de kansen van het convergente. Wat betekent dat? Dat betekent concreet dat ik altijd moet starten enerzijds van de juiste beginsituatie. Ik ga moeten kijken welke fonemen, grafemen kent dat kind al, welke clusters. Je kan die leestafels gebruiken, welke clusters kan die al. Op basis van die gegevens kan je perfect inschatten waar het kind leestechnisch staat en kan je gebruik gaan maken van de leestets of de opstap al zetten naar die B-box. Maar convergent betekent dat we ze daar niet alleen hun weg gaan laten gaan. Nee, convergent betekent dat zo'n kinderen altijd vertrekken vanuit samen een basisdoel. Dat basisdoel wordt klassikaal uitgelegd. En na die klassikaal uitleg krijgen kinderen de kans om ook coöperatief samen te werken. Een leessterke naast een leeszwakke. Ook die manier mekaar uh, uh, interactie laten geven, mekaar instructie laten geven. Daar ten volle van profiteren. Maar natuurlijk hebt u als leerkracht dan ook materialen nodig. Wel, die zijn er volop. Ik stom er een aantal op. Voor die kinderen specifiek. Ik denk aan leesrijtjes. Ik denk aan sowieso de woordenmaker, maar ook aan de letterschuif wat je kan gebruiken. Dirk heeft het straks laten zien, je hebt differentiatiemateriaal bij elk thema. U kan daar aanvinken wat uw papier extra wenst, of wat u op bingel eh, voor dat kind wenst klaar te zetten. Denk dan aan de leestads, aan de b-box, ook daar weer al die online mogelijkheden. En, niet vergeten, gekoppeld aan elke pagina het leeswerk hebben wij bingeloefeningen. Met andere woorden, als dat kind op die manier oefent binnen bingel, bingel is adaptief, gaat bingelen ervoor zorgen, oh, dat lukt hier goed, ik ga automatisch een niveau hoog, lukt minder goed, ik ga een niveau lager en ik werk terug naar dat baasniveau toe. Nu... Om dat mooi te kaderen en in een overzicht te zetten, hebben we een documentje gemaakt. Dat documentje kan je nu al terugvinden op de Facebookpagina van Ik Lees Met Hup en Aap. Maar ik ga vragen aan Anne, onze marketeer, om dat ook bij de download te zetten online, zodat je een overzicht krijgt van alle mogelijkheden voor kinderen die al een stukje vooruit lopen op het gewone klasgebeuren. En een methode aanvankelijk lezen, zeker bij Van In, is nooit af. We zullen hier toekomstgericht aan blijven bouwen en blijven ondersteunen. Dirk. Oei. Nog, nog eentje, maar uh, ik zal hem er even zelf uithalen. Uh, dat is nog een, een, een vraagje waar ik wel begrijp waar het van komt. Is een hubuurtje organiseren niet ingewikkeld? Ja. Dat gaat auto's hè? Ja, uh, Dat is ja. Dat zijn veel leerkrachten die ook zeggen: Van ik heb hier een groep van 25 leerlingen, een hubuurtje, dat is allemaal goed en wel met hoekenwerk en wat weet ik allemaal. Maar hoe moet ik daaraan beginnen? Want kan ik dat een beetje gestructureerd laten ja. doen? Het hangt doe ook weer af hoe je klasgroep in elkaar zit, ja. want de ene klasgroep is de andere niet. Mm -hmm. En het aantal, zoals ik er juist zeg, als je er 25 hebt in het eerste leerjaar, ja, dat, dat is niet van de poes. Nee. nee, dat klopt. Um wel, dat betekent eigenlijk differentiëren. Hè? Uh, dat is zo'n hubuurtje. Dat hubuurtje is vooral gemaakt, uh, en het is facultatief, maar eigenlijk gemaakt om, na x aantal lessen, kan u op die manier de tijd nemen om kinderen te remediëren die het echt nodig hebben. En we begeleiden u daar ook in. Hè? We hebben dat mooi uitgeschreven in de handleiding. We gaan altijd starten met het instructie geven naar de kinderen die echt vooruitlopen, die echt verrijking nodig hebben. Dan krijg je een klassikale instructie voor de middengroep en de risicovolle leerlingen. Na die fase gaat die middengroep aan het werk gezet worden, zodat jij de handen vrij krijgt om te werken met die risicoleerlingen. Ik ben er zelf voorstander van om als klasstitularis dat altijd zelf aan te pakken. Dus met die risicoleerlingen rond tafel te zitten en daar in interactie te gaan. Um, Interessant is ook hier, als je dat kan, een ambulante leerkracht inschakelen, een zorgleerkracht of parallel werken. Dat is hier echt op het moment om dat te integreren. Ik kijk even naar de klok. We zitten op 15 uur 35 op dit moment zie ik. Dus dat uh, is al aardig. Ik ga even vragen aan de regisseur boven. Zet de eindslide klaar alsjeblieft. Ik Nog even met jullie bespreken, beste mensen. Als wij bij uitgeverij van in een methode verkopen, dan begint het eigenlijk pas voor ons. Ik bedoel daarmee, dan zorgen we ervoor dat er service is van A tot Z. En het eerste hebt u al aan de lijve mogen ondervinden, dat zijn de startsessies. Wat heb je nog? Je hebt de Facebookgroepen Ik lees met hub en aap. Je hebt de mailbox Hub advanin.be, van in.be zit u nog met vragen bent u onderweg in het eerste semester, tweede semester komt u dingen tegen waar je van denkt oei dat lukt me hier niet hup ad van in.be wij helpen u verder op weg de Facebookgroepen merk ik nu al dat er heel wat interactie is tussen leerkrachten dat leerkrachten elkaar gaan ondersteunen maar dat er ook dingen gemaakt worden die dan ook nog eens gedeeld worden onder elkaar tof knap volhouden uh, op die manier zou ik zeggen natuurlijk heb je ook nog de website ikleesmethupenap.be en er zijn nog Bingel webinars wat concreet betekent dat voor mensen die nog wat bijles willen volgen binnen bepaalde facetten van Bingel webinars zijn waarin dat we u willen ondersteunen nu graag weer terug het beeld op ons voilà hier staan we nog eens samen in beeld uh, Dirk ik denk dat het een, een, een lange sessie was. Ja, maar ik, ik heb het heel graag gedaan. Ik vond het wel plezant. ik vond het ook plezant om eens met een opie samen te kunnen presenteren. <laughs> hè. Dat is altijd leuk, zeker als je zelf nog geen opie bent. Um, dames en heren, juffen en meesters, van harte bedankt voor jullie aandacht bewonderswaardig dat jullie zoveel tijd hebben uitgetrokken om samen met ons doorheen Ik Lees met Hup en Aap te gaan. En ik ben er zeker van dat u in de loop van het schooljaar heel veel plezier gaat beleven aan Hup en Aap. Namens Dirk, mezelf, de hele ploeg, ook de ploeg achter de schermen, dank je wel en graag tot een volgende keer.